بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين وبعد ليفد برودوس ان زوسترست هيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مات اورغانيزيرت دي ايرست بودكاست الحمد لله En zoals jullie hebben kunnen zien in de promo, gaan wij het hebben over de kracht van de dua. Aan tafel heb ik hier tegenover mij broeder Abdelrahman Wajawediya. Van harte welkom. Waar geloof ik om. Met mij heb ik hier Mohammed en Mohammed van Met Moslim Empowerment Tilburg. Ook van harte welkom, inshallah. Geloof ik. Dat is Mohammed, Mohammed en Mohammed. Klasallah, klopt. Alle drie Mohammed. Uh, Eén, twee, drie? Ja, uh, Oké. Okay. We beginnen rechtstreeks, <laughs> inshallah. Wa'alaikumsalaam. Nou, uh, we hebben, alhamdulillah, vele vragen van jullie uh, ingezonden gekregen. En die gaan we zeker, inshallah, in deze podcast gebruiken. Wa'alaikumsalaam voor de vragen. Laten we maar meteen beginnen, uh, Ustad. Uh, wat is het dua en wat houdt dit nou precies in? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu wa sallam ala nabiyyat karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Het dua uh, is een uh, geweldige aanbidding, dat ten allereerste. Het is een onderdeel van het geloof en Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mensheid geschapen en ook de schepping van de jinn om hem te aanbidden. Ja, want hij zegt in de Quran: ja. Ik heb de, uh, de schepping van de jinn en de schepping van de mensheid zeg maar, slechts geschapen om mij te aanbidden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een zoals. authentieke overlevering, Het dua is al ibeden de aanbidding of de du'a, smeekbeden, dat is de aanbidding. Dus uh, het is een geweldige aanbidding. Het is een geweldige manier om dichter bij Allah te komen, om hem te aanbidden, om zijn tevredenheid te verkrijgen. Dus uh, dat maakt de du'a zo bijzonder. Oké. Okay. Wat is dan de link tussen de uh, du'a en uh, het aanbidden van Allah taala? Nou. Uh, nou, zoals ik net had uitgelegd, de du'a zelf op zich is, uh, is een aanbidding. Dus daarmee kom jij dus dichter bij jouw schepper. Daarmee aanbid jij jouw schepper. Dus of het nou door middel van het gebed is. Of in het gebed is. of Bijvoorbeeld de ene persoon aanbidt Allah door middel van het vasten. En de andere persoon aanbidt Allah door middel van het sadra gegeven. En zo is ook. De, de, dit zijn allemaal manieren om de tevredenheid van onze schepper te verkrijgen. En zo ook de aanbidding. Of het dua natuurlijk. Je verricht een smeekbeden. Je bent bijvoorbeeld aan het bidden. En je denkt van ik ga dit moment benutten en eh, ik roep mijn schepper aan. Eh, degene die tot alles in staat is, de Almachtige bijvoorbeeld. Eh, degene die mij door a kan verhoren, die mij kan helpen, degene van wie ik afhankelijk ben, degene eh, wie zonder hem ik totaal niets voorstel. Wanneer je daarbij stilstaat, dan pas weet je van, hey, wacht eens even, dit is een hele geweldige zaak. Dit is mijn band, eh, mijn band met Allah, subhanahu wa zonder tussenpersonen. En dat maakt de du'a zo geweldig. Is het een, een soort gesprek tussen mij en Allah subhanahu wa ta'ala? Bijvoorbeeld. Want ja. er Zoals zijn het gebed zelfs, eigenlijk. Nou, Zoals het gebed. Ja. Als we kijken bijvoorbeeld naar Surat al-Fatiha. De profeet sallallahu alayhi wa zei in een authentieke Salam. overlevering. Als het goed is een sahih muslim. Zei hij van dat er een gesprek plaatsvindt tussen de dienaar en zijn schepper. Welk gesprek is dat? Nou, dan denkt misschien de kijker. Van, dat is een heel iets van hoger niveau. Wat alleen maar iemand met veel kennis kan voeren met Allah subhanahu Nee. Jij kan dit gesprek voeren met Allah subhanahu wa ta'ala. Of nee, of sterker zelfs, je hebt mogelijk dit gesprek al heel vaak gevoerd met Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe dan? Door te zeggen, alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddi. Sommigen denken, ja maar dat is toch surat al fatiha dat kennen we allemaal. Ja, dat is jouw gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam oh, zegt van, wanneer een Dina zegt alhamdulillahi rabbil alameen, wat betekent dat eigenlijk? Alle lof aan Allah, de Heer der werelden. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, de, 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 de schepper van de hemel en aarde, ja. die zegt, hamidani abdi, mijn dienaar heeft mij lof geprezen. Ja. En subhanallah, En dan zeg jij ar-rahman ar-rahim, dan zegt hij, afna alayya abdi, mijn dienaar heeft mij geprezen. Ja. En zo gaat het door en door en op een gegeven moment zeg hij, ehdina al al-mustaqim, kijk, dua, leid ons naar het rechte pad. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, hadha bayni wa beyni abdi wa li abdi dit is tussen mij en mijn dienaar. En voor mijn dienaar is datgene wat hij van mij vraagt. Dus dan zie je hoe geweldig eigenlijk dat is. Dat is jouw gesprek met jouw schepper. Ja. Waar je geen tolk voor nodig hebt en geen tussenpersoon voor nodig hebt. Ja. ja, een van de vragen is dan ook, dan uh, kun je het door dan bijvoorbeeld ook in het Nederlands doen? Dat ligt eraan. Dat ligt eraan natuurlijk van als we het hebben over bijvoorbeeld het gebed. We hadden het net over het reciteren van Zodat en Vat. Ja. Nou. ja. Het, men dient dat natuurlijk ja, in de taal van de Koran te doen en dat is de Arabische taal. Ja, okay, ja. Ja, mits men niet anders kan, maar daarvoor zijn we hele andere regels, wat ons een beetje doet afwijken van, van de Onder, podcast. Ja. Want er is bijvoorbeeld iets wat heet een bekeerlingengebed, speciaal voor mensen die net bekeerd zijn tot de islam. Zelfs zij kunnen, of iemand die eigenlijk helemaal niets kan onthouden van de Koran, de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam, die ging een man het gebed uitleggen hm. en toen zei hij tegen hem, fa'in lem je kunt en als jij geen Koran met jou draagt, alhamdulillah. Spreek dan de lofprijzing uit over Allah. Subhanahu wa ta'ala. hu en zeg la ilaha illallah. Wa kabir en zeg Allahu akbar. Dus als alternatief. Voor, zeg als maar. alternatief. Okay, en daarna doet een persoon zijn best om zichzelf meer en meer te ontwikkelen. Maar nu komen we bij jouw vraag: van, Ja, maar wat nou als ik mijn schepper wil aanroepen en ik ken de Arabische taal niet? Dat kan ja. iemand zijn van Marokkaanse komaf bijvoorbeeld, ja, of van ja. uh, Nederlandse komaf, die hier bijvoorbeeld geboren is in Nederland. Of later bekeerd is tot de islam, of altijd moslim vanuit de huisheid is geweest, maar de Arabische taal niet machtig is. Kan hij dan dua verrichten in het Nederlands? Natuurlijk kun je dua verrichten in het Nederlands. Het is beter dan dat je het helemaal niet verricht natuurlijk. Ja. En subhanallah, nog sterker zelfs, om even het belang van het dua duidelijk te maken. Allah subhanallah houdt ervan als zijn dienaren hem aanroepen. Dat ten eerste. Ten tweede, Allah subhanallah wordt zelfs woedend wanneer zijn dienaar hem niet aanroept. Dus ik heb, nu, ik heb het nu niet over iemand die een ander aanroept dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dat is de grootste zonde die je kunt verrichten. Dat is een shirk. En, en Allah Subhanahu wa Ta'ala maakt ook duidelijk in de Koran, Hij zegt in Allah, Allah wa Ta'ala vergeeft het niet dat hem deelgenoten worden toegekend. Je moet je je voorstellen, jij bent door Allah Ta'ala geschapen. Hij heeft je voorzien. Je haalt elke seconde adem. Je hart die, die, die kan alleen maar bons en het bloed door je lichaam heen pompen met de wil van Allah Ta'ala. Zonder dus hem zijn we machteloos. En dan roep je een ander aan dan Allah. Dan is dat geen ondankbaarheid. Maar om terug te keren aan het onderwerp. Dus we hebben het nu niet over een ander aan, niet, uh, aanroepen dan Allah. Waar hij dan moet. Nee. Zelfs wanneer jij uh, weet dat hij jouw schepper is. Jouw maker is. En je roept hem niet aan. Dan is dat eigenlijk een vorm van opstandigheid. Van ik heb hem toch niet nodig. Terwijl je geen seconde zonder hem kent. En daarom zei de profeet. Wasalam, in een authentieke overlevering. Hij zegt van. Uh, uh, dat Allah subhanahu wa ta'ala... wanneer een hem niet aanroept... dat hij dan woedend over hem wordt. Dus eigenlijk, als ik in een hele moeilijke situatie zit... Mm -hmm. dan wordt Allah subhanahu wa ta'ala gewoon boos... als ik hem niet vraag om mij te helpen. Nee, met... niet dat. Nog sterker oh. zelfs. Ja. Als jij helemaal niet in een moeilijke situatie zit... en je roept hem dan niet aan... Ja, dat ook, ja. Want kijk, het is een van de twee. Of jij hebt het heel erg goed... en dan dien je dankbaar te zijn aan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala... want hij zegt... Als jullie uh, mij dankbaar zijn, zal ik mijn gunsten aan jullie vermeerderen? Dan moet je je voorstellen, je hebt een mooie baan, een goede baan, een mooie auto. Je hebt mooie kinderen, je hebt een huwelijk, alles is gezegend, ja. mashallah. Wens jij het om, uh, uh, zeg maar, dit ontnomen te worden? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus wat heb je dan nodig? Dan heb je doa juist nodig van, oh Allah, zegen voor mij, mijn kinderen, zegen voor mij, mijn baan, mijn werk, cetera. Om het in stand te ja, houden. Ja, bescherm mij ja. tegen het boze oog, bijvoorbeeld. Ja, dit is dua. En als je het niet hebt, dan heb je juist du'a nodig om juist Allah te vragen: voorzien mij hiervan, voorzien mij van een vrouw, vrouw en kinderen ja. et cetera. Ja. Dus het leven heeft één en al du'a nodig. Ja. Ja, dus en Allah uh, is de Alrijke, de Almachtige en de Albarmhartige. Dus waarom zou ik hem daar niet aanroepen? Ja. ja, Mashallah, prachtig om te horen. Dus de du'a kent eigenlijk uh, uh, verschillende. Uh, Situaties, dus bijvoorbeeld, het, uh, je zijn het aan het begin dat, dat, dat uh, onze aanbiddingen ook het waar zijn. Dus ja. dat betekent dat onze aanbiddingen mm -hmm. een verlangen uh, hebben naar Allah toe. Dus wij aanbidden ja. Allah, zodat hij tevreden over ons is, zodat ja. hij ons het paradijs laat binnengaan. Dit bedoel je dus dat, ja, dat elke aanbidding een, een smeekbede is, ja. omdat wij daarmee uh, Allah eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld acceptatie, acceptatie. Ja. Ik verricht misschien het gebed... Mm -hmm. Maar dan is de vraag van is het wel van mij geaccepteerd? Dus wat vraag je dan? Oh Allah accepteer mijn gebed. Instantie. bijvoorbeeld. Ja. Uh, oh Allah maak mijn mijn iman nog sterker, waardoor ik u nog meer kan aanbidden, waardoor ik nog dankbaarder kan zijn. Ja. Okay. En zo heb je dus overal du'a in nodig. Wij zeggen wij zijn al geleid door Allah subhanahu wa taala, we verrichten alhamdulillah het gebed, ja. maar toch zeg je tegen Allah subhanahu minimaal 17 keer per dag. Ik als almustaqim, leid ons aan het de pad. Maar je bent toch al geleid? Nee, blijkbaar is de du'a zo belangrijk. En kent de leidings als niveaus. Want de ene persoon is geleid en heeft een hele sterke imam. De andere heeft nog sterkere imam. De andere is zwakker, dus je vraagt constant om nog meer leiding. Dus het leven is een en al du'a eigenlijk. Alhamdulillah. Um, wat zijn de voorwaarden voor het verhoord krijgen van een du'a? Goeie vraag, mashallah. Uh, voorwaarden voor uh, uh, het verhoord krijgen van jouw du'a is ten eerste het hebben van een zuiver intentie. Het hebben van een cijferintentie. Dat is iets hè, wat de intentie, de plek daarvan is het hart. En jij cijfert jouw intentie. Je doet niet van, oh de mensen kijken nu. Ja Allah, laat mij horen tot de mensen van het paradijs. En de mensen denken, oh kijk hoe vreemd die broeder is. Nee, daarvoor mag het natuurlijk niet zijn. Het moet echt gewoon tussen mij en Allah zijn. Het kan in de aanwezigheid van anderen. En het kan ook wanneer ik helemaal alleen ben. Thuis, niemand die mij ziet behalve Allah en ik vraag hem dan. Is dat niet het eh, beste? Dat, dat is natuurlijk het beste, maar er zijn ongetwijfeld momenten waarin jij du'a zult verrichten of een aanbidding zult verrichten in het bijzijn van anderen. Dan is het een kwestie van, ik zei van mijn intentie, ik stel mezelf de vraag van hey, waarom ga ik eigenlijk het gebed verrichten? Waarom ga ik du'a verrichten? Ja. Eh, om eh, dat Allah tevreden over mij wordt. Oké, okay, goed. Dus ik doe het niet voor de mensen die mij me nu kunnen zien, maar ik doe het echt alleen maar voor de tevredenheid van mijn schepper. Dus dat is de eerste voorwaarde. Tweede voorwaarde is dat men uh, uh, er alles aan doet om van het harame weg te blijven. Want het is ongepast eigenlijk eh, om hetgeen te verrichten, uh, wat Allah verboden heeft, en dan op een gegeven moment hem te vragen. Uh, dat wil niet zeggen uh, dat, dat een persoon dan nooit geholpen wordt door Allah. Subhanallah. Subhanallah, dat was ook een van de vragen die we ja. hadden binnengekregen. Van, uh, uh, wordt je du'a ook voor hoort als je uh, bijvoorbeeld haram inkomen yeah. hebt? Ja. Er is ja. een prachtige overlevering van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa uh, in Sahih Muslim staat hij. Waarin de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam een oh, prachtige wa situatie schetst. Hij zegt: Inna Allah ta'ala la yaqbalu illa Voorwaar, helaas voor dit woordje, tayyib wordt vertaald in het Nederlands naar goed. Maar het is veel meer dan goed. Tayyib. Ja, ja, Het is veel meer dan goed. Hij zegt: Inna Allah ta'ala Voorwaar, Allah. De verhevene is tayyib. Tayyib is niet alleen maar goed. Is goed, is zuiver, is... Uh, uh, subhanallah, alles oh, ja. wat je maar kunt bedenken wat met goedheid te maken heeft. Oh. La yaqbalu illa tayyiba. En hij accepteert alleen maar datgene wat ook goed en zuiver is. Oh. En dan gaat de hadith verder. En dit is echt een prachtige beschrijving. Want uh, de profeet, sallallahu alayhi so, wa noemt een, een aantal wanschens. ayat uit de Koran. Uh, dat Allah, de mensheid opdraagt. Om he, van het goede te eten. En dan en het goede te verrichten. En dan zegt hij. Safar, en toen noemde hij he, de situatie van een man die een hele lange reis aflegt. Esha'atha'arbar. aghbar dat kun je je niet voorstellen in, in Nederland. He, waar we in een soort van comfortzone zitten. Maar deze persoon zit helemaal onder het stof. Woestijn. Hij, hij gaat door het woestijn heen. Okay. Ik heb een keer, subhanallah, soms denk je bij ik jezelf... Je komt uit van, toch? Dus, uh, ik kom niet uit Mauritanië, <laughs> ik kom uit het zuiden van Marokko, maar ik okay. reis heel veel tussen Marokko en Mauritanië. Yeah. voor uh, mijn studie, et cetera. Yeah. En dan kom je in zulke situaties terecht en dan denk je bij jezelf van nou... Denk je dan terug aan die hadith? Dan denk je terug aan de hadith en dan denk oh, je ook wow. terug aan de hadith van de man die, die aan het reizen was en zijn rijtuig kwijt was in de woestijn oh, yeah. en okay. eigenlijk gewoon aan zijn lot was overgelaten. En, en hij dacht, moment, ik ben verloren, Hij toch? dacht, ik ben verloren. Dus hij ging achter onder een boom liggen. En hij ging in de schaduw onder een boom liggen. En hij dacht van, ik wacht op de dood. En toen hij even weg was gedompeld... Deed hij de Hij had de dua verricht, et cetera. Okay. Maar hij, had, hij dacht, ik ben klaar. Het is het en op een gegeven moment zakte hij even weg. Hij was in slaap gevallen. En hij doet zijn ogen open. En hij ziet zijn rijtuig voor zich. Toen man, had hij toch zo'n fout gemaakt, toch? Ja, subhanallah. Ja, je kent deze zegt, nog van uit, de lezing. Uit vreugde zei ja. hij, hij wou zeggen, ja Allah... En ta rabbi wa ena abduk. Ja, U bent mijn Heer en ik ben uw dienaar. Andersom. Maar wat zei hij? Hij zei: Ik ben uw Heer en u bent mijn dienaar. Ja. Maar zelfs dan, maar het eh, subhanallah, op. uit blijdschap. Ja, dat liefst, ja, maar even terug naar de situatie. Hè. Dus in Nederland is het soms heel moeilijk. Oh, mooi mooie hadith. Oh, prachtig. Mooi. En dan houdt het op. Maar echt waar, wanneer je in de woestijn reist en, en dan pas zie je: van, Subhanallah, als ik hier met auto op pech kom te zitten. Dan is het, het afgelopen. Ik ja, heb een keer een gereisd. En tank leeg? Tank leeg. Ik heb, weet soms. je, even, dit is even om een beeld te geven van zo'n nee. hoe bijzonder het is. Uh, ik heb vaker gereisd in de woestijn en echt soms voor dagen. Hè, het was gewoon met, met vier keer vier auto's en dan met een groepje en dan gingen we voor een project echt naartoe. toe. Maar dan merk je gewoon van als ik nu auto op weg krijg, heb ik echt een probleem. Dan is het niet van ik pak even de telefoon. Uh, uh, en dan hoor je bijvoorbeeld van, welkom bij de alarmcentrale van het ANWB. <laughs> het nee, dat bestaat niet. Je hoort helemaal niks. Je hoort niks. Is geen bereik. Echt, je bent in de middle of nowhere. Oh, oh, en ik heb hard. een keer zo'n reis afgelegd ja. en toen moest ik uh, van A naar B en ik was alleen. En ik had een GPS bij me, ik had alles bij me. En ik dacht van, oké, okay, ik kan niet wachten op anderen, want het duurt gewoon echt te lang. En weet je, het is een makkie. Uh, ik heb een volle tank, ik heb dit, ik heb dat, ik heb een 4 4 auto en ik ben alleen gaan rijden. Weet je wat er gebeurde onderweg? Ik kreeg weg. In the middle of nowhere. Subhanallah. En subhanallah. Wat was het? Het was niet weg klaar. Nee, ik had mijn auto had ik ergens staan. En uh, mensen hadden zeg maar wat onderdelen even uit de auto gepakt, even wat dingen uh, gefixt. En die waren vergeten de moersleutel terug te leggen. Dat is één. Maar, dan kan jij en wel, uh... de krik, let op, hè. dat is twee. En. Als je door de woestijn rijdt, dan is het niet alleen maar zacht van, hè, van die uh, Paris-Dakar zeg maar uh, ding. Maar je hebt ook soms hele ruwe terreinen met grote stenen die aan de, tegen de onderkant van de auto aanvliegen. Wat had ik? Ik had en een lekke band en ik had geen uh, moersleutel en geen krik in de auto. Terwijl ik die altijd gewoon twee of drie heb ik er gewoon dubbel bij me, gewoon voor de zekerheid. <laughs> als ik iemand tegenkom, kan ik die helpen. En mijn reservoir was aan de onderkant geraakt door een grote stenen en die was helemaal leeg gelopen. Allah. Allah. Dan had hij Mohammed Allah. moeten bellen, want die is goed met auto's. <laughs> het mooie is, ik kon Mohammed niet bellen, want ik had geen netwerk. Allah. Oh, ik ben oh, 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 op, hè. Allah. Weet je hoe lang het heeft geduurd voordat iemand mij kon helpen? Allah, 27 uur. Allahu ik En had u eten drinken? Ik had nog 5 liter water bij me. Zo, zo, en dan denk je van, oh, een mens kan leven met 2,5. Weet je hoe warm het is? Ja, 40 plus denk Weet je hoe zuinig je bent op je water? En ik zat daar en ik keek zo. En ik ging echt nadenken over bepaalde hadith. Allah van, oké, okay, weet je, dit is dus de situatie van die persoon. Van, ik weet niet of ik hier levend uitkom. Ja. En dan pas zie je en merk je hoe zwak jij bent, en dat jij totaal overgelaten bent aan hetgeen wat Allah bepaalt. Niemand kan je op dat moment helpen, behalve Allah. Dat, dat, dat komt ja. eigenlijk op het onderwerp, de kracht van De a. kracht van doa. Ja. Mijn, uh, mijn opa's die, die waren handelaren en die reisden echt op kamelen zeg maar, vanuit de zuiden van Marokko naar Mauritanië. Weet je wat zij bij zich droegen als ze zo'n reis aflegden? Zo'n reis was ongeveer 1500 kilometer. Dat ja. deden ze in 40 nachten als het goed ging. Hè? En en ze droegen. Ja. En als Overdacht. ze zo'n reis gingen afleggen, dan waren ze echt voor een jaar weg. Wow. Zij namen afscheid van het hele dorp. En niet de afscheid van, ik ga even weg van, maar mogelijk zie ik u nooit meer terug. Ja. En weet je wat ze bij zich hadden? Ze hadden altijd een lijkengewaad bij zich. Zodat wow, nou, ze zelf konden begraven. Begraven? Als je met z'n twee of drieën was en iemand kwam te sterven, dat heeft zich wel eens voorgedaan, dan was het van, oké, okay, We kunnen hem niet meenemen, want veertig dagen lang een dode persoon meenemen kan niet. Ja. En dan ging je daar een, graven, en dan ging je een persoon graven. Dus ja. terug naar het onderwerp. De, de profeet, sallallahu alayhi Wasallam begon de situatie te beschrijven. Dus ik hoop nu dat mensen iets meer focus hebben van, hé, hey, dit is echt serieus. Hij gaat je? terug in de... Terug de, naar hadith. de hadith, ja. weet je? Vanuit 2020, of 2021 eigenlijk, terug naar 14 eeuwen geleden. Maar deze situatie doet nog steeds voor in deze tijd. En hij zegt... En hij noemde de man... Die een lange reis aflegde. Dus niet eventjes even, uh, oh. even op zijn paard ging zitten. of zijn kameel voor twee uurtjes. Mm -hmm. ah, dus hij had echt gewoon zijn haren zaten door de war. en hij zat helemaal onder het stof. Wat je moet mm doen, je deed hier -hmm. de En hij hief zijn handen op naar de, naar de hemel. Komt het daar vandaan dat we. Bijvoorbeeld, dat is de fitra ja. van een mens. We weten ja. allemaal dat Allah subhanahu wa boven ons is. En ja, daarom is de fitra van een mens de, de natuurlijke aanleg, is dat je dan je handen op hebt. Ja. Hij zegt: Ja, Rabbi, Rabbi. En de geleerden zeggen: Dit zijn allemaal redenen, hè, want nu gaan we richting jouw vraag. Het zijn ja. allemaal redenen, wat je nu hebt gehoord, die kenmerken, zijn allemaal kenmerken van juist dat door du'a verhoord kan worden. Ja. Zwakte, ja, je bent helemaal overgelaten aan. Plot, zeg maar. Alleen Allah kan jou redden. Ja. Niet van ik zit in mijn dikke Mercedes en ik denk ik heb het allemaal zo goed en weet je ik heb 1 miljoen euro op mijn rekening en dan roep ik even Allah subhanahu wa taala aan. Zo van er kan mij toch niks overkomen. Ik zit in een comfortzone. Nee, totaal gewoon echt totale nederigheid en totale overgave. Hij heeft uh, heft zijn handen op en dat is ook iets wat aangeraden is in de Dwa. En hij roept Allah subhanahu wa taala aan met zijn verheven eigenschap. Ya Rabbi ya Rabbi

وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ آي زاي، سان ايتا از فان حرام، سان درنكا از فان حرام، سان كلادينغ از فان حرام. أن هاي هيبس غير رغم نتخفوت متل حرام. سبحان الله. إذا غودا الحرام إين كومب؟ هاي في الحرام نعم. تون ساي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له؟ و ساي عندو آدم فهورت؟ إي توغيس. لا De duidelijkheid. Heel veel mensen zeggen dan: iemand die haram in bezitting heeft, zijn du'a wordt nooit verhoord. Nee, het is belangrijk dat wij voorzichtig blijven in onze formulering en onze uitspraken, want Allah is albarmhartig. Ja. Zelfs die persoon kan hij de du'a van verhoren, maar als ik mijn best wil doen, blijf ik weg van het haram. Ik wil dat Allah mijn du'a verhoort en niet dat de kans klein is. Sheikh Abu an zei over de shah van deze hadith: hij zei, is teb'a de Nabi sallallahu alayhi is dawati. Van uh, de profeet sallallahu alayhi sallam heeft de kans klein geacht dat zijn du'a verhoord wordt. Gewoon minimaal, een oh, kleine kans. Kleine kans, niet onmogelijk. Want Allah beschrijft in de Koran dat Hij zelfs de du'a van ongelovigen verhoord heeft. We kennen allemaal de gebeurtenis van als zij de zee ingingen. Ja. In de volk, als zij de zee in gingen, ze gingen hun schepen in. En ze zagen van oké, okay, dit is een hele zware nacht. Die overleveren wij blijkbaar niet. Overleven. Overleven wij niet, blijkbaar. Ja. Hè, door de golven. En dan de al-Mchollis zei. Oh, onze schepper. Terwijl ze het hele jaar door waren zij deelgenoot aan het toekennen. Ja, dat maar dit herken je toch ook nu in de vliegtuigen? precies ze En als wij met de boot weggaan, of ja. in de auto, als het slecht weer ja. is. Er zijn altijd dan, van die situaties. Ja, in ja, vliegtuigen. Ja. Ja, 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 vooral in vliegtuigen, maar dan zit je ook naast elkaar, er? dus jij let ook op elkaar. In op. Nederlanden? Ja. Ja. Nederlanden? Ja. Klappen. Dan beginnen samen. ze klap voor wie? Voor de piloot. Voor de piloot. <laughs> de ziet, alhamdulillah, ja, ja, alhamdulillah, ja, rabbi alhamdulillah. alhamdulillah. Nee, dan is het allemaal klap voor de piloot. Wat oh. zegt hij? Als hij ze dan gered heeft, wat doen ze dan? Dan kennen zijn hem ingehouden. Wanneer het hun uitkomt. Ja, ja. Mensen vergeten snel, subhanallah. snel. Dat maar, maar als ik dan toch naar die vraag kijk, want ik, ik snap, kijk van sommigen die, die zijn bijvoorbeeld echt verzeild geraakt in, in haram inkomen. Ja. Uh, een dua kan bijvoorbeeld ook uh, misschien toch een uitweg zijn voor diegene om uit die haram weg te gaan. Daarom juist. Ja, en dat hij uh, nou, naar kijk, een halel inkomen gaat. Heb je een halel inkomen, ik zou zeggen waag je niet aan het haram. Ja. Waag je niet aan het haram. Het kan zijn dat jouw zegeningen verdwijnen. Dat jij denkt van waarom zijn mijn kinderen altijd ziek? Waarom ja. heb ik altijd problemen met mijn vrouw? Waarom krijg ik zoveel brieven van de belastingen en dit en dat en boetes en ik weet niet wat allemaal. Ik voel uh, depressies, et cetera. Hm. Ik zeg, waag je niet aan het haramen. Als je halele bezittingen hebt, waag je absoluut niet aan het haramen. Want het kan zijn dat je echt je hele leven verpest gewoon. Spanisch. Maar voor degene die daarin beland is. Ja, verzeld is geraakt. Ja. verzeld is geraakt. doe er alles aan om eruit te komen. en vraag Allah oprecht om je eruit te helpen. Want jij stelt niets voor. En zonder Allah kun je daar niet uitkomen. Oh. Ja, en en, en dus dan ga je wel du'a doen. Ga je du'a doen natuurlijk. Ja. En echt met oprechtheid vragen van oh Allah, haal mij uit die situatie. We zien vandaag de dag gewoon de grootste problemen. Mensen die hebben gewoon miljoenen op hun rekening. Of hebben, bezitten miljoenen, maar toch hebben ze zoveel problemen. Toch gaan ze zelfmoord plegen, et cetera. Waarom? Als dat het leven was, hè, dan hadden ze het goed gehad. Zouden dan te, ze zijn miljonairs, dus ze zouden eigenlijk gelukkig moeten zijn natuurlijk. Maar als, als de geluk in, in, in bezittingen zat, ja, dan hadden ze gelukkig moeten zijn. Maar het is echt gewoon, is Allah tevreden over mij? Die innerlijke rust, die zegening in het leven. Of je nou veel hebt of weinig hebt, daar draait het allemaal om. Ja, spannend. Lachelijk. Wat? Ja. wat zijn dan de etiketten uh, van de Doha? Ja. Wij nee, weten dat, dat ik, de mensen... Uh, ja, ik wil nog één vraag stellen. Komen, ja. want omdat hij het zei van uh, handen omhoog, ja. is het dan ook dat je daarna ja, zo... Ik wrijf over je gezicht, want dat zie je ook <laughs> ja. heel vaak. Ja. ja, je ziet Goed. van alles toch. Hè? Ja. Soms gaat die handen <laughs> voor het gezicht, soms gaat het uit elkaar, soms zie je iemand... Soms een heel klein kommetje. Dus... Nee, nee, maar wat je echt wel vaak ziet is, is echt die wrijbel. Ja, dat is op het die, einde. Op... Ja, op ja, het ik einde, neem ja. ze allebei in één mee. En ze kussen. Okay. En daarnaast daar sluiten ze af met ja. hun handen te kussen ook nog. Ja. Toch? Ja, ik, ik, neem, ik neem beide vragen in één neem ik ja. ze mee. Kijk, de geleerden die gesproken hebben over etiketten van douane. Ja, dat zijn Alle drie eigenlijk in één. Maar ik begin bij het eerste. Dat is dan een samenvoegsel van eigenlijk alles in één. Die zeggen van dat het aangeraden is om je handen op te heffen. Dat is één. Waarom Angara? Wat is het bewijs daarvoor? Kijk, ze toch? Bijvoorbeeld die, maar er is nog een specifiekere overlevering. Waarin de profeet uitlegt dat Allah uh, 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 Hayyun is. Hayyun is zeg maar, Allah heeft een aspect. Een van zijn eigenschappen is dat hij zeg maar, zich schaamt naar zijn dienaar. Wanneer hij zijn handen opheft, dat zegt de profeet. Alayhi, wanneer hij zijn handen opheft, om hem met lege handen terug te laten keren. Oh, Hallelujah. Ja, subhanallah. Ja, Kijk maar op op hoe hartig Al-Asmanta is. Mm. En tegelijkertijd schaamt Allah asmanta en zegt: waarom zou ik mijn hand dan niet opheffen? Dat is juist voor mij een reden om dat in te zetten, die middel in te zetten. Dat is één. En tweede, dan komen we aan bij hoe moet ik mijn hand opheffen? Zoals jij zei: de ene doet zo, de andere doet zo. De geleer zeggen van, van het beste is handen bij elkaar. Handen bij elkaar zeg maar, op deze manier en dan door aan te richten. Omhoog dan, toch? Bijvoorbeeld omhoog. Ja, op nee. deze manier, ja, Allah, ja, Rabbi. Ja. Die manier hef je hand op. En dan komen we bij het vegen, zeg maar over het gezicht. Kijk, daar is uh, niets zeg maar, over overgeleverd wat daarop duidt. Zeg maar en daarom kun je beter hetgeen uh, houden bij hetgeen wat de profeet Salsam heeft Zo gedaan. Wat overgeleverd is dat hij zijn handen ophief, dat hij door verrichtte. Maar nergens staat van hij veegt over zijn lichaam heen, et cetera. Dus in nee. de hadith. Zegeningen zitten niet in jouw handen. Zegeningen, nee. dat is iets wat wij niet kunnen waarnemen. We voelen Sparant. dat, wij merken dat in ons leven. Maar niet iets wat je kunt zien van, oh, ik heb één handje vol zegeningen, laat ik die okay. even over mij heen vegen. dat doe je toch wel eens als je gaat slapen? Dat is een ander verhaal. Dat is zeg maar iets waar een specifieke overlevering over is. Van dat je dan bijvoorbeeld, Juist. En dan blaas je in je handen en dan veeg je over je lichaam. Dit is een hele specifieke bewijs van wat erop duidt dat dat zo moet. Ja, ja. Terwijl bij de do'a is dat niet overgeleverd. Okay. Daarom zeggen de geleerden van dan wel, dan bijvoorbeeld niet. Maar, maar als, als een persoon zich daar heel fijn bij voelt, hij voelt zich dan uh, gezegend en hij ja. denkt: weet je wel, ik wil, beetje, ik wil dat ook gewoon doen. Daarna ja, mag ik ja. dat dan gewoon. Of... Goeie vraag. Kijk, het gaat er niet om waar jij of ik mezelf fijn bij voel. Het beste waar jij je fijn bij voelt, kunt voelen is hetgeen wat overgeleverd is. Waarom? Want ik ben nu bezig met een aanbidding. Daar mag ik niks aan toevoegen, niks van afhalen. En tegelijkertijd, de beste leiding is de leiding van de profeet al Waarom? Dus daarom is het belangrijk dat ik mezelf verdiep in wat is wel overgeleverd. Want nee. Daar, nee. Moet, daar zit de zegening in. Ze daar mogen zit... zelf niet zeg maar, bedenken waar wij ons fijn, fijn bij voelen. En dan ja. wat goed aanvoelt en dat gewoon doen. Nee, nee, Want nee, Allah nee. is wel op de hoogte van mijn nee. intentie. Dus nee, maar eerlijk nee, nee, gezegd nee. gebeurt het echt automatisch. Kan bij jou, ja. bij een ander is Ja, ja, ja oké. Okay, Snap ja, je? Dus maar... daarom verschilt het wel. Weet je? Ja. Kijk, dat mensen automatisch hun handen opheffen... Naar boven toe bijvoorbeeld. Maar ook het afsluiten. Ja, dat is zeg maar. De afsluiting van mijn doel. Ja, soms is het iets wat je vaak hebt gezien. Hè? Als jong, ja. jong kind bijvoorbeeld. Ja, dan zie je ja, mensen je dat doen en denken op. van, oh ja, zo moet het bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar er is geen bewijs voor. Uh, jij noemde iets specifieks. Ik ben even, omdat hij er doorheen. Uh, ja. Etiketten. Ja? Nee, je zei van, oh ja, het gaat dus uh, om de intentie of niet. Ja, Kijk, het is een combinatie van twee zaken. Mm -hmm. Het is de intentie en de manier. Intentie ten eerste, hè, van, van oké, okay, zonder zuiver intentie is er helemaal geen aanbidding. Hè, want de profeet sallallahu zei in de overlevering, al, al Voorwaar de daden worden beoordeeld naar gelang de intentie. Dat is Eén. één. En voor iedereen zal alleen datgene zijn wat hij intendeert. Dus daarom is het belangrijk dat ik dus een zuiver intentie heb. Want als het, als het mij om de mensen gaat, is dat mijn beloning. En dan heb ik dus niks. Er ja. Wordt mij door ook niet verhoord. Dat is één. Ten tweede, dient het conform de wijze te zijn van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Want hij is, het is niet zo dat Allah ons de Koran heeft geopenbaard, dat hij zegt van oké, okay, hier hebben jullie de Koran, jullie begrijpen vast wat de Arabische taal, doet maar op jullie manier. Nee. nee, hij heeft een mens meegestuurd van vlees en bloed, die ons heeft uitgelegd hoe wij die aanbiddingen moeten verrichten. Sterker zelfs, de Profeet Sallallahu Wasallam ging zelfs op de preekstoel staan, op de Minbar, ging hij staan. En hij ging het gebed voordoen. Moet je je voorstellen? Op de minbar. Op de minbar. En als hij dan de sujud wou doen, ging ja, hij van de minbar af en dan verrichtte hij de sujud. Dan mag weer terug. En hij zei tegen de mensen: muni Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. Dat wil zeggen van, het is niet alleen maar de intentie. Nee, je dient je te verdiepen in de wijze van de profeet Salsam. En dat is niet moeilijk. Spannend. De hajj. En het is niet alleen maar van heb ik 5.000 euro en ik weet waar Mekka is en wat Medina is, dus ik ga de hajj verrichten. Nee. Hij zei, hij zei, neem van mij deze onderdelen van het over. Dus hij zei: neem van mij deze, de onderdelen van hajj over. Daaruit kun je dus begrijpen dat het op een bepaalde wijze dient te gebeuren. In een andere overlevering zei hij zelfs van, uh, hij zegt. Uh, Wie in onze zaak, dus het geloof, zeg maar, iets toevoegt, het zal verworpen worden. Dus het zal niet van hem geaccepteerd worden. Dus het gaat niet alleen maar om de intentie, maar het is altijd een combinatie van twee zaken. Is mijn intentie zijver? Ik dien het omwille van Allah te doen. En daarna, hoe heeft de profeet, hè, onze geliefde profeet, van wie wij houden, hoe heeft hij deze aanbidding verricht? Maar hoe zit het met een doa die je iedere dag herhaalt bijvoorbeeld? En op een gegeven moment wordt het echt een automatisme. Ja. Iedere dag sluit je de dag af, of je begint de dag juist met een doa, of als je de deur uitloopt. Ja. Je staat er niet echt meer bij stil, maar je repeteert ja. eigenlijk gewoon de woorden. Ja. En Wat is je identie dan, denk ik ook? Ja. Ja, ja. Kijk, natuurlijk is het heel belangrijk dat je natuurlijk bewust bent van hetgeen wat je doet. Je zegt in, bijvoorbeeld, een, een heel mooi voorbeeld, je zegt als je de deur uitloopt, hmm. daar is bijvoorbeeld een specifieke dua voor. En niet zomaar een dua. Er is een dua die is heel makkelijk te onthouden eigenlijk. Dat als men de deur uitloopt, dat je dan zegt Bismillah, tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata la billah. Heel makkelijk toch, bismillah. Allah, Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je zou misschien denken: Oh, is gewoon makkelijk, heb ik zo gezegd en dan klaar. Nu gaan we kijken naar de gevolgen ervan. Want het is belangrijk om ook te weten: Wat gaat er gebeuren wanneer ik zo'n du'a uitspreek? Want dan ga je ook veel bewuster de woorden uitspreken. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei wa sallam. Een authentieke overlevering: Dat wanneer iemand zijn huis verlaat en dan deze du'a uitspreekt, ja. wat gebeurt er dan? Dan zal er op dat moment vanuit de hemel gezegd worden van kufid. Jij bent voldoende zeg maar uh, beschermd. Uh, uh, Wahudid. En jij zult geleid worden. Wawuqid. En uh, niets kan jou nog iets aandoen. Subhanallah. Hè? Ik denk ja, speciale. dat heel weinig mensen hierbij stilstaan En da daarom is het juist ook belangrijk om... om Jezelf te verdiepen in de betekenissen. Niet alleen maar, oh dua, oh dua, oké, dat is nog Met die dua-boekjes, die natuurlijk heel veel hebben. Wij hebben zelfs ook met met toen vorig we bij allemaal, hebben we iedereen een cadeau gedaan. Maar voor elke situatie, subhanallah, heb je een dua. Heb je een dua? Voortslapen gaan, na het slapen gaan, bij het opstaan, deur uit, deur binnen. Echt alles, kleren aandoen. En sommige, mensen, alles. sommige mensen denken Schammer. dan van, ja, maar moet ik dat allemaal leren? Nee, het is echt gewoon van, eh, ik begin van, van eh, naar buiten gaan bijvoorbeeld. En ik leer vandaag deze door aan. Op een gegeven moment heb je hem echt wel uit je hoofd geleerd. Ja, want ja. soms moet je in het ja. boekje kijken. Maar nadat je het nadat je drie keer hebt gedaan of vier keer hebt gedaan, dan op een gegeven moment is het gewoon van, oké, okay, ik ga naar buiten en ik spreek die door uit. En dan kom je bij precies, vraag. Zo zie ja, ik het ook gewoon. Ja. Dit is een automatisme. Oh, ja. Zoals jij zegt. De eerste keer heb ik ook op mijn telefoon gekeken wat de ja. dua is. En ja. na een mate van de tijd, ja. op een gegeven moment gaat het gewoon erin zitten. Want ja. dat is juist het punt. Nu komen we bij, bij jouw punt uit. En dat is van, oké, okay, dien je dat dan gewoon zomaar uit te spreken zonder, zonder enige gevoel? Nee, je moet er wel bij stilstaan. Het mag aan de ene kant geen deur worden voor de OSOS. Bijvoorbeeld hè, dat de shaitan tegen jou zegt van, ja, jouw dua wordt toch niet verhoord, weet je. Nee, mm. blijf vertrouwen hebben in Allah, dat is één. Ten tweede, je dient het wel... Uh, met een bepaalde aanwezigheid te zeggen. Jouw hart dient aanwezig te zijn. Dus vanuit je hart. Vanuit verlangend je hart, ja. En vertrouwend op subhanahu wa ta'ala. Moet je dus... je voorstellen dat ja. buiten, hè, dat buiten een, een hele team staat met beveiligers. Hè, voel je je dan niet goed? Die jou ja. b -b 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 -be begeleiden dat naar je auto je, ja, en dan met je meerijden. Ik was laatst zo snel wegreed ik. En ik zag gewoon echt gewoon 6, 7 zwarte auto's. Echt gepanzerd. Met allemaal een blauwe lampje erboven. En daarbovenop een helikopter. Ik dacht van, ben Koning. ik in een film terechtgekomen. Ik weet niet wie dat was, maar. Ja. Ik kan een betere beveiliging krijgen dan deze. Jij ook. En jij ook. Dan ja. denk je misschien van, hè? Huh? Wat bedoel je? Ja, echt waar. Ik meen het echt. Dat zijn beveiligers die je kunt waarnemen met je ogen. En die worden ja. moe en die moeten gaan rusten op geen moment. En die, ja, die moeten pauzeren, et cetera. Wisselen. Terwijl wij hebben het over een beveiliging, weet je, die Allah voor jou heeft opgesteld bescherming van de menaiken die je beschermen. Niemand die je wat kan aandoen. Ja. En het mooiste is, in diezelfde doa staat dat de shaitaan, de ene shaitaan zegt tegen de ander van kun jij nog in zijn buurt komen? Zo van, weet je, we zijn machteloos. Oh, ik, uitgeschakeld. 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 Ja, zo, Door alleen ja. maar te zeggen, bismillah, tawakaltu allah, la hawla wa la quwwata illa Dus je moet er echt bij stilstaan. Bij stilstaan. Ja. Waarom? Omdat er een hadith is van de profeet, sallallahu wasallam waarin de profeet sallallahu alayhi sallam, zegt dat Allah subhanahu ta'ala niet de dua verhoort van iemand die gafil is. Die helemaal niet bij, bij, bij stil staat. Zo'n ja? Sommigen ja. zeggen oh, Allah mag verna. Bijvoorbeeld, weet je. En, en als je hem zo aankijkt, denk je van, hoe gemeend is dat eigenlijk? Of hij is aan het gapen, zo van, oh, Allah mag verna, weet je. Nee, je moet, wel, je moet wel serieus zijn. Ik moet wel mezelf inbeelden van ik roep de schepper van de hemel en de aarde aan. Ja. De almachtige en hij zegt. Ja. Vraag mij. Smeek mij en ik zal mij dua of jullie dua verhoren. Dus uh, een lang verhaal kort samengevat. Uh, inderdaad, is het belangrijk dat je dus uh, aanwezig bent uh, met, je, met, je, met je focus, met je gedachten, met je hart, uh, van ik, ik vecht natuurlijk. Het a. En uh, wat ook belangrijk is, is dat we verschil maken tussen uh, algemene dua en specifieke dua. Uh, specifieke dua. We kennen bijvoorbeeld de dua nu van het naar buiten gaan. Nou, dat is een specifieke doa. Um, we weten allemaal dat er een dua is voor als je het toilet ingaat en uitgaat. Uh, die mag ik niet zomaar veranderen. Het is niet zo van dat ik dan zeg van, uh, oké, okay, ik weet dat de doa uh, van het toilet binnengaan te maken heeft met bescherming uh, tegen het slechte. Dus dat ik dan zeg, oh Allah, bescherm mij tegen het slechte. Nee, dan zeg ik, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min aghubthi wal ghabayth. Omdat dat een specifieke dua is. Algemene du'a betekent van: Ik heb een examen. Die heb jij bijvoorbeeld niet. Die heeft hij misschien niet. Uh, hij is op zoek naar werk bijvoorbeeld. En dan is het gewoon van algemeen. Iedereen vraagt datgene van Allah wat hij wil. Uh, dus dat is eigenlijk het verschil ook uh, van nadat we hebben stilgestaan bij dat je het uh, met de focus moet doen, dat je aanwezig bent, dat je ook uh, doorhebt dat je Allah aan het smeken bent. Uh, is het ook belangrijk om even onderscheid te maken tussen die twee, twee soorten du'aa. Dat geloof ik. We hebben dus juist besproken dat er verschillende momenten en uh, verschillende aanleidingen zijn om een smeekbede te doen. Uh -huh. <clears throat> maar wat zijn nu de beste momenten om ja. een smeekbede te kunnen verrichten? Goeie, goeie vraag. Uh, de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft in verschillende overleveringen heeft hij duidelijk gemaakt dat er bepaalde momenten zijn waarin het aanbevolen is om dwara te verrichten en dat de doa dan verhoord, wordt, dus verhoord kan worden. Uh, denk aan bijvoorbeeld in de sujud. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: het Van de meest nabije situatie waarin een dienaar zich kan bevinden van zijn heer, dus het meest nabij, is in de Sujood dus verricht zoveel mogelijk dua. Nou, Dit is een mooi moment, zeg maar, om te benutten. Hetzelfde geldt voor de reiziger, bijvoorbeeld. Maar om het te verduidelijken, in je sujoed mag je dan zo lang mogelijk een du'a doen, maakt het niet uit al is het tien minuten, schuld. een kwartier, een half uur, het een, een uur, een hele uur. De profeet oh, zat om zo lang in de sezut. Kijk, je moet wel rekening houden met van bidden mensen achter mij of ben ik alleen. Hè? Ja, natuurlijk. Kijk, als imam zijnde die het niet te lang te maken voor de mensen. Het is dus niet van oh, vandaag ben ik heel gedreven. Laat ik maar even heel lang het gebed verrichten. En al die mensen die achter mij bidden, eh, oudere mensen, kinderen, eh, iemand die naar zijn werk moet. Nee, dat is een ander verhaal. Maar wanneer je alleen bent, kun je het zo lang maken als dat je wilt. De profeet ja, Salassam zat zonder, was zonder, hij bezig zonder. met het gebed. En uh, in de Sujoet was hij aan het huilen en zijn tranen die rolden. En hij is al aan zijn vrouw. die dacht van, hey, hoe kan dat nou? Dus ze vroeg hem ook echt van, uh, waarom doe jij zoveel inspanning verrichten terwijl jou, jouw voorgaande zonde en uh, de, 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 de aankomende zonde jou vergeven zijn? Je bent al verblijd met het paradijs. En toen zei hij tegen haar van, dien ik dan geen dankbare dienaar te zijn? Weet je, dus subhanallah, zelfs de profeet salasallam, 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 salasallam. die geen zondes salasallam. had en die feilloos was. Zelfs hij vroeg Allah heel vaak en hij verricht heel veel doa. Uit dankbaarheid. Dus, Span. Span. Ja, je bent daar helemaal vrij in als het ware. Ja. Maar je hebt, je hebt ook toch uh, specifieke tijden ook nog toch? Bijvoorbeeld, kijk, we hadden, ik heb net uh, Suzud benoemd. Nou, een ja. reiziger. Uh, zolang die op reis is en doa kan verhoord worden. Um, specifieke tijden, bijvoorbeeld. Het de laatste deel van de nacht, bijvoorbeeld. en de hadith wordt duidelijk gemaakt eh, dat Allah neerdaalt en dat hij dan tegen zijn dienaren zegt: van Is er iemand die om vergeving vraagt? Van, ik zal hem vergeven. En dat zijn mensen, meestal de momenten dat wij aan het snurken zijn, helaas. Weet je dus ja, dat moment is om het uit te doen. Oh ja, dat is een mooi moment. Maar voor dat is aan. ook het moeilijkste moment om even op te staan. En even, dat, uh, maar de moeite je te je moet er doen, Allah ja. ja. en Mooi, dat, dat, daarom is het ook zo'n belangrijk moment. Van, je bent echt aan inspanning ja. aan het verrichten, van, zo serieus ben jij. Ja. Uh, terwijl een ander van de linkerzijde naar de rechterzijde bijvoorbeeld rijdt. Weet je? Um, andere momenten waarin je vastende bent. En hier wordt ook ja. vaak de fout gemaakt: sommige mensen zeggen dan van als je je vasten verbreekt. Maar in de hadith staat. was ja. En de vastende totdat hij zijn vasten verbreekt. Dus het gehele moment tussen Fejr en uh, Maghrib. Het uh, moment dat je weer mag eten. Dat tussenin kun je gewoon af blijven verrichten. Dus het is niet van, oh, vijf minuten nu is de tijd voorbij. Jammer voor jou, probeer het morgen maar nog een keer. Nee, Allah geeft je zoveel ruimte om hem aan te roepen om hem te smeken. Op vrijdag toch? Op vrijdag heb je een bepaald moment, laatste uur voordat de zon ondergaat bijvoorbeeld. Dat is ook overgesproken door de Profeet Sallallahu Alaihi Van wanneer iemand Allah dan vraagt, hij zal zijn door verhoren. Maar aan de andere kant heb je ook bepaalde situaties waar jij niet in wilt komen, bijvoorbeeld de smeekbeden van iemand die onrecht is aangedaan. Je wilt absoluut niet dat iemand dan, hè, als jij onrecht hebt, uh, uh, iemand onrecht hebt aangedaan, dat hij dan smeekbeden tegen jou doet. Want mm -hmm. een hadith staat van, er is geen scheiding tussen de dua van iemand die onrecht is aangedaan en Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wil zeggen, hij wordt gewoon meteen verhoord. Mag dus, hij smeken tegen iemand die hem onrecht heeft aangedaan? Mag. Kijk, de profeet, kijk als we kijken naar onze profeten, profeten, hè? ik heb nu over meervoud, Isa alayhis salam, Moes Ibrahim alayhis de profeet Mohammed salallahu alayhissalam, salallahu alayhissalam. dan zie je dat iedereen heel anders heeft gehandeld. Sommigen verrichten juist du'a voor hun volk, uh, uit barmhartigheid, omdat het, het beste voor het volk was. Iedereen wou iedereen natuurlijk het beste, maar ja. som bij sommigen was het gewoon dat het was eindeloos. He? Zoals de profeet Mohammed salallahu alayhissalam, salallahu alayhissalam. Salallahu alayhissalam. die uh, bleef roepen, Ummati, Ummati, Isa salam, uh, die bijvoorbeeld zei van, fa'in hum ibaduk. Weet je, van als jij hun bestraft, dan zijn zij jouw dienaren. Weet je, het zijn jouw dienaren die jij bestraft. Kijk hoe barmhartig hij was. Ja. En zo was de profeet sallallahu Maar anderen, die hebben hun volk zo lang opgeroepen, zoals bijvoorbeeld Noah alayhi 950 jaar. Dan denk je wel van, wow, wat is dat? 950 jaar geduld en blijven oproepen. Mensen bleven maar spot drijven, spot drijven, spot drijven. En er waren maar heel weinig mensen die gehoord gaven van zijn op oproep. Op een gegeven moment heeft hij juist doa tegen zijn volk verricht. En zo waren er ook andere profeten. Dus alles heeft natuurlijk, elke situatie kent een andere manier van handelen. Dus iemand die onrecht is aangedaan, je wilt echt niet dat zo iemand de tegen je doet. En daarom zei ook de profeet zal alayhi tegen Mu'ad ibn Jabal toen hij naar Yemen ging, toen zei hij ja Mu'ad ittaqi da'wat al mazlum. Hij zei bescherm jezelf tegen de da'wa van mazlum. Niet bescherm jezelf van als hij doa verricht, verstop je. Nee, je kunt je niet verstoppen. Dat wil zeggen, bescherm jezelf van doe niemand onrecht aan, zodat ook niemand du'a tegen jou verricht. Maar tijdens zo'n du'a moet je dan ook niet de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam vergeten? Uh, vergeten of benoemen bedoel je? Benoemen, benoemen ja, ja. Dat kan je het beter dit, zeggen. Dit heeft te maken met een van de etiketten van het verrichten van du'a. Uh, wanneer men du'a verricht, dan zijn daar etiketten aan verbonden. Uh, bepaalde manieren van hoe jij Allah het beste kunt aanroepen. Moet je je voorstellen, iemand komt naar je toe en zegt tegen jou van, uh, ja geen met 10 euro. kijk je die persoon aan en denk: hè, sorry, ken ik jou? Weet je, uh, wat wil je van mij? Ben je die mij schuldig? Is het een lening? Uh, wat, wat is dit? Weet We je dat? met je ja. Maar wanneer iemand naar de toekomst zeggen: Yo, oh, mashallah, achi, Mohammed, ik heb echt veel goeds over je gehoord. En uh, lang ben ik, ik heb gehoord dat je heel goed bent. Ik, ik begin nu al zelf te glimlachen. Ja, ja, dus kijk, kijk, een groot verschil. Ik heb gelijk, gehoord ja. dat jij, mashallah, heel vrijgevig bent. En dat je ook de armen helpt. En je bekommert om je mede-moslims. Dan denk ik je bij jezelf: Vraag me, wat wil je? Hoeveel? Ja, 50 euro? Wil je misschien. 10 euro vragen, maar als iemand meteen naar je toekomt en zegt, ga maar 10 euro, dan denk je zelf van, hallo, ik werk niet voor jou, wat is dit? Begin, Dus, uh, ja. Ja, ja. zo, kijk, uh, lillahi'l-mathal al ala, weet je, Allah subhanahu wa ta'ala is natuurlijk totaal anders dan de mensen. Oh. Maar Allah subhanahu houdt ervan als zijn dienaren hem op een uh, respectvolle manier benaderen. Dus een van zijn 99 schone namen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa lillahi'l-asma'ul-husna biha, en Allah behoort schone namen toe, roep hem dan daarmee aan. Oké, okay, dan denkt iemand van, oh ik weet niet hoe dat moet, dat is heel spannend, hoe moet ik dat dan doen? Je weet toch dat hij een Rahman is, hè? de Albarmhartige. Je ja. weet toch dat hij een Ravor is, degene die de zonden vergeeft. Geeft, je ja. weet toch dat hij een Sitiir is, degene die de zonden bedekt. Moet je je voorstellen dat de mensen wisten van wat ik allemaal fout heb gedaan, wat jij fout hebt gedaan, wij allemaal fout hebben gedaan. Hij bedekt onze zonden. Wanneer je hem daarmee benoemt, dus je zegt, ja Allah, ja Sitiir, degene die de zonden is bedekt, bedek mijn zonde. Dat is voor Allah veel geliefder dan te zeggen: Ja Allah, bid ik mijn zonde. Bijvoorbeeld, als je zegt: Oh, barmhartige, wees barmhartig met mij. Ja Razak, voorzie mij van uw risk. Dat is zeg maar een totaal andere manier dan meteen te zeggen: Ja Allah, geef mij risk. Ja. Dus dit heet in de Arabische tawassul. En als je kijkt naar de Koran, dan staat het helemaal vol: Rabbana, laat wa'achidna. Rabbana is al een manier van het aanroepen van Allah met zijn heerschappij. Dus eigenlijk doen we dat al onbewust. Ja. Nu is het knopje indrukken en bewuster die dua verrichten. Jij zei bijvoorbeeld het, het benoemen van de Profeet Sallallahu Kijk, natuurlijk roepen wij niet de Profeet Sallallahu aan, want dat is verboden. Hè? Want we mogen niet hem aan smeken. We smeken wa Maar wel op de wijze van de Profeet Sallallahu En wat is de wijze van de Profeet Sallallahu Wasallam? Hij zei het dua om يصلى على النبي صلى الله alayhi wasallam. Hij zei, dua wordt tegengehouden. totdat iemand de vrede en zegeningen over de profeet uitspreekt. Dus nu even in praktijk. Ik zeg: Ja Allah, Ja Rahman, Ja Rahim. U bent degene. Ik ken geen Arabisch, moet je je voorstellen. U bent degene die alles bezit. U bent mijn schepper. U heeft mij geleid. en U heeft mij gemaakt. En ik ben totaal afhankelijk van u. Voorzie mij van uw risk sta mij bij bij mijn examen. Voorzie mij van een fromme vrouw van kinderen bijvoorbeeld. En dan zeg je op het einde bijvoorbeeld bijvoorbeeld Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. bijvoorbeeld oh Allah, ik spreek de vrede en zegeningen uit over uw boodschapper Mohammed en alle lof is aan u. Zoals ja. salatu ibrahimiyah. Bijvoorbeeld? Ja. Bijvoorbeeld je hebt heel veel variatie. hier heb je best wel wat variatie in. Uh, dus als je maar de vrede en zegeningen uitspreekt over de profeet, salallahu salam salam, al al dat, dat maakt het extra uh, compleet zeg maar, op dat moment. Ja. Uh, ik zei net al van handen opheffen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is ook weer een van de etiketten. Uh, zullen we teruggaan naar de tijden of zullen we stilstaan bij de etiketten? Want ik heb nog bepaalde momenten. Waar, waar, want de eerste vraag was van uh, wanneer kun je het beste de africhten? Ja, Toen dus begon zo... jij over bepaalde dingen. Dus, beste momenten, ja. uh, om even het verhaal compleet te maken. Mm -hmm. um, iemand die bijvoorbeeld reiziger is, wanneer het regent, de profeet alayhi, ging hij bijvoorbeeld naar buiten toe. en hij ontblootte bepaalde gedeelten van zijn lichaam. en de regen kwam op hem. de mensen keken: van waarom doet hij dat? Dan zei hij: Innao hadithun bi rabbihi. Hadithu ahdin bi ja, Deze regen is net afkomstig van Allah. Subhanahu wa en regen is natuurlijk gezegend, weet je. En dan verrichtte hij bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld wanneer iemand reiziger is, wanneer iemand vastende is, uh, wanneer iemand uh, onrechtvaardig behandeld is. Mm -hmm. uh, maar er is ook een heel mooi moment. Subhanallah, soms doet het me pijn, maar eigenlijk kun je bijna concluderen uit onze situatie dat wij best wel gierig zijn in du'a. En wat bedoel ik met gierig zijn in du'a? Kijk. Kortaf zijn. Kortaf zijn, heel snel du'a verrichten. Als we du'a verrichten, soms niet eens du'a verrichten, maar ook voor elkaar. Uh, we. Stel, ik ga niet zeggen jij of jij of jij, maar stel jezelf even de vraag van wanneer heb ik uh, de verricht voor mijn broeders en zusters? Wanneer? Ja, of ze nou ziek zijn, nu met corona, ja. uh, mensen die werk zoeken, mensen die met schulden zitten, mensen in ramp, landen met rampen, etc. Wanneer? Terwijl het mooie is van dat, is niet alleen maar inspanning. Jij bent bezig met een aanbieding. Dat is één. Je bekommert je om je broeders en zusters die je misschien nog nooit hebt ontmoet. Hè, dat geeft weer aan van hoe belangrijk deze mij is en dat het een geheel is. Maar weet je wat het mooiste is van alles? De profeet sallallahu alayhi wa die zegt in een authentieke overlevering, dat wanneer jij de dua verricht voor jouw broeder of zuster, die afwezig is. Het is heel makkelijk om te zeggen, oh Allah, uh, uh, zegen hem in zijn gezondheid. Ja, He, nee. Hij hoort mij nu. Dan denk je, mashallah, jazakallah al Nee, nee, dat dien ik eigenlijk te zeggen wanneer ik in de auto zit of wanneer ik alleen ben en niemand en hij mij niet kan horen, dan dien ik de dua van, wat zegt, wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa hij okay. zegt dan: Zal een engel zeggen, Amin, Walek el Mithil. Ameen betekent Allahumma stajib. O Allah, verhoor deze du'a. Dus mijn du'a voor hem, of voor jou, voor een andere moslim, wordt verhoord. En dan komt het bijzondere, hij zegt, Walek En voor jou geldt hetzelfde. Subhanallah, <coughs> dan kun je Sorry, <coughs> <coughs> kun je best het beste voor iemand anders al de du'a doen? Bijvoorbeeld. Dus je kunt <coughs> dan. Je moet wel Ameen zeggen dan. Nee, de engel zegt ja, Amin. Dus uh, dat eigenlijk is eigenlijk het beste man, wat er is. Kijk, ja. we, wij hebben nu zoiets van, hè, bijvoorbeeld met, met, met benefieten. Ik heb wel eens huh? mensen gehoord die waren echt teleurgesteld in de imam. En dan zeg je, ja, waarom dan? Ja, ik had 100 euro uitgegeven en hij heeft niet eens door A voor mij verricht. Ten eerste, hè, soms komt er zoveel binnen op dat moment. Hè, ben je door aan verricht voor die en voor die en de zieke oma van die en dit en dat. Dus hè, uh, geef hem een excuus. Ten tweede, jouw donatie, als die oprecht was omwille op van Allah, wordt hij toch verhoord? Toch? Ja. Uh, wordt hij toch uh, geaccepteerd? Ja. Oké. Okay. Ten derde, hij verricht ook heel veel algemene ad'iyah. Ah. Eh, ad'iyah is meervoud van du'a, van mogen Allah iedereen die heeft uitgegeven, voorzien van hetgeen waar hij naar verlangt. Hoor jij daar niet bij? Jawel, toch? En jij ook, en jij ook, en ik ook, als we hebben uitgegeven. Ja. Maar dan komt het laatste, en dat is dat hij dan zegt van... Uh, ja, die imam heeft geen du'a voor mij verricht, et cetera. En ik vind dat jammer. Nee, kijk, het is, het is zo dat jij geeft uit omwille van Allah. Of die imam nog veel du'a verricht of niet. Het is veel beter om du'a voor elkaar te verrichten, terwijl we elkaar niet kunnen horen. Dan, uh, oké, okay, ik sta nu voor jou. Hier is het geld, wel lang aan de aanmaken. Ja. Noem ook mijn opa, mijn oma en mijn broer en die en die. Nee, wat is nou oprechter? Wanneer ik jou niet kan horen, of wanneer ik jou wel hoor? Niet maar, kan maar, horen. Maar, maar hoe staat Sommigen die Sommigen die ja. die, die hebben zoiets van uh, een imam, die natuurlijk een hoge status ja. heeft, et cetera, in de ja. islam. Ja, zijn du'a is veel specialer. Veel, die wordt misschien eerder verhoord dan de ja. du'a van iemand die veel zondigt. MashaAllah. Ja, dat hebben okay. we ook in de gegeven. Mooi, Mooie, zeg maar, ja, die gedachte, ik begrijp die gedachte. Ja. Oké, okay. maar goed. Is een imam dan feilloos? Is mijn vraag. Nee. nee. Hij is niet feilloos, maar hij is wel iemand die ja, misschien veel, veel meer bezig is met het geloof... en veel dichter bij Allah spuit staat. de staat. Dan weet je iemand niet? die veel zondigt. Dat weet je niet. Kijk, nee, nee, nee. Kijk, ja. als we praten over een imam en iemand die veel zondigt... dan lijkt het alsof een imam geen fouten begaat. Nee, nee, nee dat is zo sowieso Ook een imam nee. kan fouten maken. Ja. En de zonders van een imam kan misschien nog meer zijn dan de zondes van, van een algemene moslim. Dus we moeten niemand, zeg maar... Uh, uh, ja. ja. Kijk, natuurlijk iemand die de Koran kent... He, op dat niveau, als het gaat om de Koran, is hij bijzonderer dan de andere. Maar de andere kan misschien veel meer takwa hebben. Of de andere kan misschien zich veel meer bekommeren om de medemostim. Of behulpzamer zijn. Iedereen heeft wel iets van ons waarin hij beter is. Weet je, dat is één. Ten tweede, dit doet mij denken aan een gebeurtenis in de tijd van de profeet sallallahu De profeet sallallahu alayhi wa moet je voorstellen: we hebben het over een imam. Wie is de imam der imams? De profeet sallallahu De profeet sallallahu toch? Oké. Okay. Hij vroeg aan een Bedouineman, hij zegt, wat zeg jij in jouw jou gebed? Deze man die zei van, ik vraag Allah naar het paradijs en ik vraag hem om mij weg te houden van het hellevuur. Mm -hmm. Toen zei deze man, let op hè, hij zegt, wallahi, amma ana la udandinu dandana taka anta mu'at. Hij zei, want bij Allah... Het, het gemompel van u, weet je, hij hoort de Profeet zelfs hem afrechten, zeg je, hij, dat, dat gemompel, zeg maar, je hoort een zachte nee. stem, hij zegt, wat betreft mij, ik kan niet die uitspraken doen die u doet en Mo'ad, aan, Anhu, Ibn een van de grote Sahaben. En de Profeet zal hem zeggen, ik, ik ben ja. gewoon simpel. Ik ben gewoon simpel. Ik vraag ja. Allah maar ja. het paradijs en ik, ik zoek mijn toevlucht bij hem tegen het hele vuur. Dus toen, hij, toen de profeet Sallan hem vroeg van: Indesnilallah. Indesnilallah. wat zeg je dan? Hij zei: Ik zeg dit en ik zeg dat. Toen zei de profeet Sallan tegen hem: -ha 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 hij zei: en dat is hetgeen wat wij ook van hem vragen. Dus of ik het nou heel mooi kan brengen, of minder mooi, het gaat erom dat jij inzet wat jij kunt inzetten. En dat jij oprecht bent en Allah is op de hoogte van jouw situatie. Ander voorbeeld. Er is een man. Je had zoveel beproevingen meegemaakt. Een, een, een kind wat echt gewoon op sterfbed ligt. Een hele ernstige ziekte. Hij had beproevingen meegemaakt. Problemen met zijn vrouw. huurachterstand. Bedenk het maar en hij heeft het meegemaakt. En op een gegeven moment kwam hij bij een sheik aan. En hij dacht, wat, wat jij net benoemde eigenlijk: van, van oké, okay, nu ga ik naar de sheik toe. De sheik geeft mashallah kennis. En hij ja. ziet er heel vroom uit. En ik ga nu de sheik vragen om van mij te laten hij zegt, ja, Sheikh, o, -o hè, Oh, Sheikh, verricht voor mij du'a. Hij zegt hem, waarom? Hij zegt, mijn zoon is ziek, en mijn vrouw problemen, huurachterstand, ik word uit huis gezet, ik weet niet meer waar ik moet aankloppen. Hij zegt, nee, jij moet du'a verrichten. Hij zegt, la, 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 Sheikh, anta alam, anta mashallah, anta sheikh, weet je, jij hebt kennis, jij hebt dit. Hij zegt, nee, jij moet du'a verrichten. Hij herhaalt weer zo. Hij zegt, nee, nee, anta sheikh, ja, Sheikh. Hij zegt: Nee, 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 jij moet de vragen. Dat is iemand die, die begreep er niks meer van. Hij zegt: Wat bedoel je? Jij hebt kennis en ik niet. Hij zegt: Nee, het kan zijn dat jouw du'a wordt verhoord en niet die van mij. Want Allah zegt: ja. En wie is dan degene die degene in nood, weet je, de mensen in nood, zeg maar, wie hun du'a verhoort? He, behalve Allah. Dus noodsituaties zijn ook weer een van de redenen waardoor jouw du'a verhoord kan worden. Ja. De ja. situatie, je gemoedstoestand... Ja. speelt een grote rol bij het verhoord krijgen van een doa. Dus Want als jij relaxed, en veilig bent en ja. gezond bent... je hebt alles wat je hartje maar wenst... Ja. dan is dat dus niet echt een situatie... die echt uh, helpt bij het verhoord krijgen van een doa. Ook hier, dit ligt er natuurlijk aan, hè, dankbaarheid dien je natuurlijk Allah te prijzen en te vragen om hem te zegenen nog meer, ja. maar hoe groter de nood is, hoe groter de kans dat jouw aan wordt verhoord. Dus zeg nooit van, klaar, nu is het ja. einde nabij. Eh, wanhoop wanhoop is, ook, is ook een zonde op zich in de islam. Ja. Subhanallah, kijk wat Allah zegt in de Koran. Ja. Eh, Zeg, O oh, mijn dienaren die buitensporig zijn geweest. We hadden het net over hè? mensen oh. die haram eten en drinken. En die zich bevinden in zondes, et cetera. En hoe kan zijn du'a nou verhoord worden? Allah subhanahu wa ta'ala, kijk hoe warmhartig hij is. Hij zegt in de Koran. Kul ya ibadi, asrafu. hem. Zeg, O oh, mijn dienaren die buitensporig zijn geweest. Steeds Echt gewoon. Mijn dienaren. Ah, ja, kijk, mijn ah. dienaren, zegt de geleerde, ah. dat is right. Ze Zij zeggen, dit is subhanallah dat jij wordt toegeschreven aan Allah. Jij bent zijn dienaar. Ik. Weet je, dit is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala over de profeet sallam zei. Subhanallah die asra bi abdihi. Degene, bijzonder is degene of alle lof aan degene die met zijn dienaar met de reis heeft afgelegd met zijn dienaar. En nu en ik zegt hij over jou ook zijn dienaar. Terwijl dat de profeet sallam was en wij een groepje zondaard zijn. En dan zegt hij van al die asra Buitensporig tegen wie? Niet tegen, tegenover Allah. Tegenover jezelf. Wij zijn buitensporig tegen onszelf. Wij doen echt onszelf alleen schade aan. En niet Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is al-Ghani. Hij heeft ons niet nodig. Wanhoop ja. niet van de genade van Allah. Hij verbiedt ons om, om, om te wanhopen. Ja. Waarom? Hij zegt... In Allah, ja, voorwaar Allah vergeeft alle zondes. Spannend. Dus, hoe kunnen jouw zondes vergeven? Je moet erom vragen, toch? Ja. Wat is het vragen? Is het dua? Maar, en daar hebben we het nu over. Dus we gaan je maar weer hoe bijzonder ons geloof is. Okay, maar dan kan ik wel bijvoorbeeld uh, situatie schetsen, of stel bijvoorbeeld iemand die uh, constant dua doet. Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld, uh, ja, voor mijn examen. Ja. En ik ga elke keer doa. en ik, ik zak iedere keer voor, voor die examen. Oké. Okay. Uh, ja. Dan kan het wel iets met de persoon, natuurlijk, doen. Van ja, waarom hoort, waarom verhoort Allah gaat daar niet mijn, mijn dua? Ja, oké. Okay. Prachtige situatie. Ja. Hè? Of een andere persoon zegt: van, Ik ben al zo lang ziek en ik vraag aan Allah om mij te genezen en ik word ja. maar niet genezen. Ja. Toch? Ja. En, wat, wat is ja. dan hetgeen waarom het niet wordt verhoord? Ja. Ten eerste zeg ik tegen jou. Wie zegt dat het niet verhoord is? Jij denkt van, ja, dat is toch duidelijk. Ik heb yeah. mijn examen niet gehaald, ik ben gezakt, toch? Ja. Yeah. Oké, okay. maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, kijk, ons geloof salallahu. is perfect. Echt, wallahi, er is wallahi, geen zijn kleine. Niet <laughs> Wij dienen die inspanning te verrichten. Wij dienen die moeite te doen om ons geloof te begrijpen. Yeah. Dat is het mooie ervan. Weet je, je moet wel, moet wel wat doen. Je kunt niet zomaar chirurg worden. Het is niet zo van, waarom ben ik geen chirurg geworden? Nee, heb jij die opleiding gevolgd die een chirurg heeft gevolgd? Je moet wel iets doen. Om ook begrip te krijgen in het geloof. Maar als je er de moeite voor doet, dan krijg je echt die innerlijke rust. Echt, dan voel je soms je hart gewoon bonzen. Dan denk je, hey, Iman zit gewoon zo goed in mijn hart hij knalt er bijna uit. Kijk hè, subhanallah, echt, het is. Hoe meer je jezelf verdiept, hoe, subhanallah, hoe mooier het geloof wordt in je hart, subhanallah. Ook hier heeft de profeet zelfs een antwoord op gegeven. Hij legde uit dat du'a verhoord wordt. En toen zei hij: Zolang een persoon niet overhaastig is. Toen zei de Sahaba: Wat is dan een teken van overhaastigheid? Ja, o boodschapper van Allah. Hoe kan nou iemand overhaastig zijn? Toen zei hij dat iemand zegt: Ik heb Allah al een keer gevraagd en hij heeft mij niet gegeven. Ik heb Allah al een keer gevraagd en hij heeft mij niet gegeven. Oh. Ik let op, hè. Maar nu komt het mooie. Dus het kan zijn dat wij denken: Van ik heb Allah al zeven keer gevraagd. Subhanallah, vorige week. En doen op maandag. En toen dinsdag, toen ik naar mijn werk ging, en toen dit, en nog steeds heb ik dit gekregen. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, legde uit dat de du'a verhoord wordt, wanneer Allah, dus iemand dus Allah echt oprecht aanroept, en vraagt en smeekt. Hij zegt, maar het du'a kan op verschillende manieren verhoord worden. Hij legde drie categorieën uit. Categorie 1 is dat jij exact hetgene krijgt waar jij naar vroeg. O Allah, voorzien mij van vrouw, mijn kinderen, en alhamdulillah, in één keer. En maanden later hoor je mevrouw zwanger en alhamdulillah, daarna komen de kinderen en daarna zie je dat ze vroom zijn. Oké, okay, alhamdulillah. Mm. Oh Allah, ik zoek al zo lang naar werk, help mij bij werk. Je wordt in je telefoontje, sollicitatiegesprek, je bent aangenomen. Oh, subhanallah. Examen, je bent geslaagd. Oké, okay, dit is categorie nummer één. Categorie nummer twee, en hier staan heel veel mensen niet bij stil, is dat jij niet datgene krijgt wat jij gevraagd hebt, maar dat Allah subhanahu wa ta'ala door middel van jouw dua iets slechts van jouw pad afhoudt. Jij zegt, ja, Allah voorzien mij van een goede baan. Ik ga nu solliciteren. En je vertrekt vanuit jouw huis. En later hoor je, je bent niet aangenomen. In jouw ogen is jouw dua niet verhoord. Maar Allah, Allah had op de Witte de Witstraat, had hij misschien bepaald dat jij een ongeluk zou krijgen Een aangereden zou worden. En uiteindelijk is dat niet gebeurd door middel van jouw dua, want hij heeft jouw dua op een andere manier verhoord. Ook dat kan gebeuren. Situatie 3 of categorie nummer 3, is dat jouw dua. Bewaard wordt voor Yom el -qiyama. Dan denk je misschien, ja, wat heb ik dan aan die slagen van mijn examen? Eh, ik heb gevraagd naar examen in dunya en niet nu. Oh, ik heb gevraagd naar kinderen en ik heb ze nooit gekregen. Oh. Nee, het kan zijn dat Allah jou dan iets geeft wat niet in geld uit te drukken is. Een bepaalde rangen in het paradijs waarvan je denkt, alhamdulillah, heeft Allah mijn doa niet verhoord. Eh, op de manier die ik verwacht had. Let op, toen zeiden de Sahaben, Nukhir. Ze zeiden. Moeten we dan zoveel mogelijk du'a verrichten? Toen zei de profeet Sassan, Allahu akbar. Allah is meer dan dat. Dat wil zeggen, hetgeen wat Allah bezit, is meer dan datgene wat jullie van hem vragen. Spanisch. Dus uiteindelijk merk je dus dat du'a een en al goed is. Ja. Je hebt ze misschien net opgenoemd, maar wat zijn de redenen om of niet verhoord te krijgen van een du'a? Redenen. Ja. Oké. Okay. Eén daarvan hebben we bij stilgestaan, zeg maar, dat is het eten en het drinken van, van het haram. Ja. En, en we hebben het al uitgebreid over gehad, uitzonderlijke situaties, etc. Een andere is bijvoorbeeld dat je Allah vraagt naar iets wat te maken heeft met een zonde. Uh, dat iemand zegt van, oh Allah, um, uh, ik ben verliefd op dat ene meisje, zorg ervoor dat ik een goede relatie met haar heb. Hoe bedoel je relatie? Relatie in het oké. Okay. He? Zorg ervoor dat ik met haar kan trouwen. Maar niet. Dat iemand zeg maar, een verboden relatie aangaat. Dus je vraagt iets van Allah wat hij verboden heeft. Uh, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld. Uh, oh Allah, laat mij uh, slagen in iets wat bijvoorbeeld ook haram is. Om mijn een zangcarrière bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld. Laat is mijn je, loterij winnen. Ja, laat, ja, ja nou, bijvoorbeeld. Hier. Ja. Als je nou zegt: Ja Allah, voorzien me van 1 miljoen euro. dan is de kans bestaat dat Allah daarvan voorziet niets. Het ja. is onmogelijk voor hem. Ja, maar als je zegt: Oh Allah, laat mij de staatsloterij winnen. Je vraagt Allah iets wat hij haram heeft gemaakt, bijvoorbeeld. Of dat jij uh, iets vraagt waar ifhem in zit, dus een zonde in zit. Of dat je bijvoorbeeld vraagt: van Oh Allah, uh, ik wens voor die persoon dat hij die die ernstige ziekte krijgt. Weet je? Wat is dat voor? voor, voor, voor Terwijl hij je niks heeft aangedaan. Heb je niks aangedaan, weet je? Maar gewoon dus, zomaar. zomaar. Dus dat jij hem niet uh, mag ja. of zo, bijvoorbeeld. Of omdat jij. Uh... moslim, die wenst het goede voor zichzelf en voor anderen natuurlijk. Ja. Oh, ja. Kijk naar de hadith van... Wow. Echt. Als je van je depressies af wil komen... en zoveel lichamelijke ziektes... zoals afgunst... dan dien je deze hadith in de praktijk toe te passen. Niemand van jullie is werkelijk gelovig... totdat hij hetgeen... Zeg maar, verlangt voor een ander... wat hij zichzelf ook... kan gunnen. Kan het nou, beste wensen nou, natuurlijk. Ja. Dus ja. niemand zegt hiervan... Je moet het geven aan een ander. Het is niet zo van. Ik heb een mooie auto, heb ik heel hard voor gewerkt, dan moet ik aan jou geven om mij imam aan te tonen. Nee, ik gun. Kijk hoe makkelijk het is gemaakt. Er staat niet van. Niemand van jullie is werkelijk geloofd totdat hij geen geeft aan een ander. wat hij zelf, waar hij zelf ook naar verlangt. Nee, gunt. Zo makkelijk is het. Maar voor het hart is dat heel moeilijk. Het Hart van een moslim is gewoon wit, schoon, puur. Heeft geen. Uh, degene die jou voor zin heeft, kan mij ook voor zin. Jaloezie en heeft geen afgunst, en ja. heeft geen haat. En heeft geen. Dus, Zaken natuurlijk, ja. Degene die jou voorzien heeft, die een ander heeft voorzien, kan mij ook voorzien. Dus waarom moet ik, uh, ik afgunst hebben naar jou toe? Nou. Nee, ik verricht ook door. Jij hebt, jij, alhamdulillah, een persoon heeft uh, vrome kinderen gekregen. Ik ben nog ongetrouwd, ik ben nog niet getrouwd, nog geen kinderen bijvoorbeeld. In plaats van dat ik met, met afgunst ga kijken naar een ander, waarom vraag ik niet dezelfde persoon? Of de, dezelfde uh, schepper die hem heeft voorzien? Ja, Allah voorzien mij ook van vrome kinderen, zoals u die persoon ook heeft voorzien. Allah. Zo makkelijk is het. Allah, wat misschien wat persoonlijk natuurlijk in de sfeer is, uh, dat ondanks onze opa Allah, overleden. Allah. En uh, wat ik me dan echt afvraag, wat zijn de doa uh, die ik kan doen uh, voor hem? Als ja. ja, hij in zijn graf ligt en ook als ik bijvoorbeeld zijn graf ga bezoeken, ja. wat kan ik dan het beste doen? Ja, ik vind dat een prachtige vraag. Hè. Kijk, uh, ten eerste mogen we alstublieft barmhartig met hem zijn en Amen. ook hetgeen wat jullie doen, zeg maar, ook naar de moslims toe. Hem een aandeel in laten hebben. Want, want het leven houdt niet hierop. Het leven houdt niet hierop. Het gaat, het gaat door. Eh, want er zijn bepaalde daden waar de profeet zal zijn over heeft gesproken. Hè, die men kan verrichten. En wanneer hij komt overlijden stoppen ze. En andere daden die hij hier verricht in Dunia. En als hij komt overlijden blijven die doorlopen. Zolang de mensen daarvan profiteren. Eh, denk bijvoorbeeld aan het graven van een waterput. Denk aan kennis die je doorgeeft aan anderen waar mensen naar handen hebben, bijvoorbeeld. En dit is daar een vorm van, dus mogen Allah het van jullie accepteren. En van ons allemaal en natuurlijk je opa ook hierin belonen, natuurlijk. Um, maar nu komt het van: oké, okay, mijn opa is ook overleden, rahimallah. En mijn oma is ook overleden, rahmatullah. Maar kan ik nog iets voor haar betekenen? Het antwoord is: ja, ik kan nog wat voor haar betekenen. Hoe dan? Ik hoef niet speciaal te wachten totdat het zomer is. Ik dan afreis naar Marokko toe en bij haar graf gaan staan, dan pas door Africht. Ik kan vandaag haar al baten. Ik kan vanaf deze plek du'a verrichten. Wij, wij zeiden net allemaal, mijn opa is overleden. Rahimah Allah. Wat betekent dat? Mogen Allah barmhartig met hem zijn? Denk je dat hij hier niet van profiteert? Dit is een du'a. Dit is een du'a. Dus vanaf hier, vanaf deze tafel, vanaf deze plek. Of je nou in Australië woont, of in Marokko, of in Turkije, of in Nederland. Kun jij al iets betekenen voor je vader, voor je opa, voor je oma. En hoef je niet speciaal naar een graf toe te gaan. Maar, maar is er dan helemaal geen verschil? Um... Als je een dua vanuit huis doet, vanuit Nederland, of als je naast zijn graf staat, dus precies dicht bij hem staat, is dat dan helemaal geen verschil? Er is helemaal geen verschil in. Waarom? Want Allah verhoort je dua, of je nou in Nederland bent of bij het graf. Het is niet zo van ik ben nu dichterbij, dus nu wordt hij sneller verhoord. Nee, voor wie is het? Het is gericht naar Allah. Je vraagt aan Allah om hem te vergeven, om barmhartig te zijn met hem, om hem bij te staan, om hem te voorzien van de hoogste rang in het paradijs. Dus het is niet van, als ik dicht bij hem ben, kan ik hem... Nee, het is, als mijn band goed is met Allah en ik vraag hem op de juiste manier, kan hij daarvan profiteren? En daarnaast is er nog iets anders. En dat is, heel veel mensen uh, zijn daar niet van op de hoogte. Uh, sommige mensen gaan speciaal naar een graf toe... en gaan dan die persoon aanroepen, et cetera. En, en dat behoort... Praten, op, met, praten met een dode persoon, bijvoorbeeld. En, kan en, en dat kan niet, islamitisch gezien. Islamitisch gezien is het van: wil je echt wat voor een betekenis verrichten door Ava hebben? Doe dat vanuit het huis. Je hebt daar geen imam voor nodig. Sommige begraafplaatsen in Arabische landen heb je mensen echt rondlopen. Uh, um, soms denk je echt gewoon van: schrik je zelfs van het uiterlijk van die persoon? Denk je van: is hij nou net uit een graf opgestaan? Weet je, echt gewoon zo eng ziet hij eruit. En die rond, loopt daar dan rond. En die zegt: uh, ja, wil je dat ik door Ava voor jou? Wat is dat, je opa? Ja, dat is mijn opa. Oké. Okay. Hoeveel wil je dat? Ik heb jou niet nodig om door te verrichten voor mijn opa. En daar ga ik ook niet voor betalen. Als ik iets wil doen, eh, financieel gezien voor mijn opa, dan ga ik een sadhah geven aan de armen bijvoorbeeld. Met jou. Met het bezoek van de graven heeft dan eigenlijk. Uh, is het niet per se nodig om die dua te nee, nee, er is één reden om graven te bezoeken. Die heeft de profeet Sallallahu Alaihi genoemd. Alayhi Hij zegt: Fa'inna de Bezoek de graven. Waarom? Hij zegt: Want het zal jullie herinneren aan het hier in Het feit dat jij daar komt. En stilstaat bij hey, subhanallah, deze persoon die was een maand geleden met mij. En ik had echt niet verwacht dat hij zou sterven. En nu zijn er ook mensen om mij heen eh, die niet verwachten dat, dat, dat ik ga sterven. En binnenkort kan ik daar net naast liggen misschien. Maar dan hoef je maar, dus... Heb ik me klaargemaakt daarvoor? Heb ik goede daden verricht? Heb ik wel hetgeen gedaan waarvoor ik ben geschapen? Ja. En dat is zeg maar de reden, dat is het profijt wat ik haal uit het bezoeken van graven. Maar dan hoef ik dus niet specifiek naar zijn graf toe te gaan? Absoluut niet. Ja. Kijk, het is je opa en, en je wilt de plek bezoeken van hier ligt mijn opa bijvoorbeeld. Ja. Maar voor de rest is er niet veel bijzonders meer dan dat. Heel vaak Kijk, uh, zie je dat ja. mensen naar graven gaan. Ja. Die gaat een graf bezoeken van een familielid en dan gaat hij uh, je fatiha lezen. Ja. Is dat, uh, is dat niet goed dan? Ja. Zij denken dan, zij denken dan van ik reciteer de Koran en daarvoor zijn hassanat en die persoon gaat die hassanat krijgen. Ja. Maar nou, goed. Als mijn vader of mijn opa mij heeft opgevoed op de islam. Mm -hmm. hè, van ik hoop dat jij een vrouw maar moslim wordt. en goede daden gaat verrichten. wordt hij automatisch beloond voor al hetgeen wat ik doe. Goede daden. Oh, Want hij heeft, mij daarin hij heeft mij daarop opgevoed. Hij heeft mij geleerd dat het gebed goed is. dat eerlijkheid goed is. dat liegen juist niet goed is. en bedriegen ook niet goed is. Hmm. Dus hij wordt automatisch beloond. Snap je? Daarnaast wijken nu een beetje af naar het, het graf, zeg maar. Ja. maar Daarnaast, stel je voor, ik kom bij een graf en ik ga de Koran reciteren. Als ik de Koran reciteer, mag ik al lang al blij zijn als mijn recitatie geaccepteerd wordt door Allah. Ik ben daar niet eens zeker van, want je moet een oprechte intentie hebben en dat het op de juiste manier doen. Ja. Hoe kan ik dan nu ineens een stap verder gaan en bepalen dat deze beloning bij jou terechtkomt? Ik ben niet eens zeker van mijn eigen beloning. Dan ga ik nu bepalen dat het bij jou terechtkomt. Dit is iets wat alleen aan Allah is weggelegd. Dus. We gaan van het goede uit. We wensen het beste voor elkaar. En we denken wel degelijk aan onze opa's en oma's, aan onze naasten. En alle overleden moslims. En ook alle levende moslims. We kunnen voor een du'a verrichten. Maar je hoeft daar niet zoveel inspanning voor te verrichten. door helemaal naar een land af te reizen. En al helemaal niet daar nog een schaap te gaan slachten. of andere dingen. Want dat is gewoon verboden in de islam. Nou. Wat mag ik, ik doen? Uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Alles vraagt in, in, in een du'a. Goeie vraag. Kijk, uh, De... Uh, mag je Allah alles vragen? Ja, je mag alles vragen zolang het binnen de islamitische richtlijnen uh, ja. valt. Dat is één. Maar er zijn ook overleveringen van bijvoorbeeld metgezellen van de profeet, dat zij een bepaalde daad of du'a van een persoon hadden uh, bekritiseerd, omdat zij overdreven in het du'a. Hè, bijvoorbeeld, iemand zei: Oh Allah, ik vraag van u een witte kasteel in het paradijs op de hoek van dit en dat. Vraag een kasteel in het paradijs en inshallah krijg je een kasteel in het paradijs. Vraag een van de hoogste rang in het paradijs en inshallah krijgen ze. Maar dat je zo ver gaat, hè, van ik wil een witte kasteel op de hoek van die uh, straat of dergelijke, wie heeft jou verteld dat het zo uitziet in, in zeg maar zoals in Dunia. Nee, Het paradijs daarin bevindt zich Mala Einon Raat, hetgeen wat een oog nog nooit gezien heeft. Moet je je voorstellen? Jij en ik hebben zulke mooie auto's gezien, zulke mooie paleizen gezien, zulke mooie. Of dat nou op tv is of, of in real life. En hetgeen wat zich in het paradijs bevindt, is niets. Is, uh, hetgeen wat zich in Dunia bevindt, aan mooie zaken, is totaal niet te vergelijken met het, het paradijs. Dus vraag Allah de hoogste rang in het paradijs. En, en dit heeft ook weer met ambitie te maken. Ons is geleerd om te vragen naar het beste van het paradijs. Hoogste rang in het paradijs. Maar niet overdrijven van en met die parels en die juwelen en met Dus die... geen gaan stellen. Nee. Vraag Allah om jouw te beschermen tegen het helle vuur, om jou innerlijk rust te geven, om tevreden over jou te zijn, vraag wat je wilt, al vraag je hem nou 10 miljard euro, niks is te weinig voor Allah van het halen, is te veel voor Allah van het halen. Je moet toch ook, als ik me niet vergis, die balans maken, wat jij vraagt in deze je. en wat jij vraagt voor de erger. Kijk, wat behoort tot, als je kijkt naar de ed'ia van de profeet, soms zei hij bijvoorbeeld, hij sprak korte zinnen uit, maar het valt alles omvatten. Hij zei, Allahumma, át ina, dunya hasana of pahsana, en hasana de aakhirah, nar Allah voorzien ons van het beste van de en het beste van het hier-namals en bescherm ons tegen ons het hellevuur. Is kort? Je hebt naar alles gevraagd. Korte oh, krachtig Eén staat daar een half uur van, ja die plek, wel naast die, wel boven die persoon nee, waarom? Waarom maak je het zo moeilijk voor jezelf? Vraag naar het beste en Allah voorziet jou daarvan. Ja, laat Allah ons, het beste voor ja. ons kiezen. Allah ja. is de rijkste, mag je dat ook ja. vragen? Ja. de meest natuurlijk. En hoe zit het dan met de haar die ouders doen voor hun kinderen? Ja. Wordt die ook eerder verhoord? De haar van ouders dat is iets heel bijzonders. Ja, dat is iets, echt iets bijzonders. Dat is, zeg maar, ouders zeg maar, die hebben een hele hoge rang in de islam, een hele hoge positie in de islam. Hmm. En, en daarom is het ook echt gewoon van, als je als ouder du'a verricht voor je kinderen, verricht, verricht dan altijd du'a voor je kinderen, niet tegen je kinderen. Ja, sommigen zeggen bijvoorbeeld, op zo'n Marokkaans gezegd, Allah is gataalik. Weet je wat dat betekent? Mogen Allah woedend over jou zijn. Het is echt zo erg dat je zoiets zegt, maar het vloept er in één keer uit. Nee. Moet je je voorstellen dat jouw du'a wordt verhoord. En dat je dan... Dat Allah gaat daar woedend over jouw kind. Dat wil zeggen, het wordt misschien een crimineel. Het wordt misschien een... Ik weet niet wat allemaal. En wie heeft daar nadeel bij? Jijzelf als ouder natuurlijk. Daarom is het belangrijk dat de ouders natuurlijk. Wij als kinderen, onze ouders goed behandelen. En ook vragen om daar te verrichten. En voor ons. Want het is, het is iets bijzonders. Ja, maar ja. aan de andere kant. Uh, ouders moeten ook... Zeg maar, uh, voorzichtig zijn met hetgeen wat zij uh, zeggen en uitspreken. En als ze doa verrichten voor hun kinderen, niet tegen hun kinderen. Ik, ik had nog Dank wel een vraag, want we hadden net over momenten van doa. En het schiet me opeens te binnen. En, en, uh, iets wat ik niet uh, eerder heb meegemaakt. Uh -huh. Is uh, in een moskee, in plaats van een moskee. Dan uh, tijdens het doorgebed, als er gebed, -gebed uh -huh. uh, werd er in de laatste rakka, werd opeens doa du gedaan. Ja. Dus het werd, werd zacht natuurlijk. Uh -huh. Maar opeens hoor je doa. En mensen gingen al naar de grond. En uh -huh. opeens de imam ging doa doen. En dat was nu met corona zeg maar. Ja. ja daarvoor, uh, kan u daar misschien over toelichten. Wat is dat voor uh, Ja, is zeer, zeer bijzonder dit, wat u nu zegt. Yeah. Kijk, um, het komt weinig voor. Hè? Dat komt ja, weinig de eerste keer volgens mij. Ja. Dat dus het komt heel weinig voor. Terwijl dit eigenlijk gewoon best wel een, normaal, uh, een normale zaak was mm. onder de sahaba, ja, onder de profeet, Salah. Salah. want dit heeft te maken met bepaalde gebeurtenissen. In het Arabisch noemen we dat nawazil. Nawazil is een rampspoed wat de onme getroffen heeft. Niet, niet één persoon, hè, maar echt de gehele ommen. Dus bijvoorbeeld corona. Bijvoorbeeld dus, ja. corona. Dat ja. is een pandemie. De hele wereld leidt eronder. Ja. Dus dan uh, was het zo. Kijk, In de tijd van de profeet heeft het plaatsgevonden. Maar toen werden zij uh, onrecht aangedaan door een bepaald volk en die hadden hun uh, beloftes geschonden, et cetera. En die hadden allerlei erge dingen hadden ze de moslims aangedaan. Ja. En toen heeft de profeet sallallahu alayhi als het goed is, veertig dagen achter elkaar du'a verricht, op deze manier. Dus dat hij in het gebed stond, het verplichte gebed, dus niet in het nachtgebed. En um, uh, dus iedereen achter hem het gebed verrichtte, dat is meebad. En op een gegeven moment zelfs in de gebeden waarin je zachtjes reciteert, zoals jij zegt, de boer yeah. en Asr bijvoorbeeld. Yeah. En dan heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam een handel. Hij zei, hij begon door te verrichten tegen een bepaald volk. Eh, wat hun echt onrecht had aangedaan. Ja. En totdat een eier was geopenbaard. weet je wat. wat waarin Allah. duidelijk heeft gemaakt aan de profeet. Als hij ja. van. Ja. oké. Okay, ja. uh, nu zeg maar. nee, uh, min ja. uh, van, van. weet je. klaar. hierbij houdt het op. als Allah. wilt, dan bestaft hij ze. en als hij wilt, vergeeft hij ze. Maar. waar het om gaat is zeg maar. dit is overgeleverd wat jij zegt. En daarom is het zo. dat wanneer iets gebeurt. Wat eigenlijk alle moslims schaadt, iets ergs bijvoorbeeld, mm -hmm. dan is het gewoonlijk dat een imam eh, dus du'a verricht op het einde van het gebed en de mensen ook amen zeggen. Net zoals we wat we doen met Tarawih. Weet je? Ja, ja. Tijdens de maand Ramadan wordt er gebed eh, op het einde dat de imam afsluit met een du'a. Mm -hmm. uh, zo geldt hetzelfde ook, maar dan bij de verplichte gebeden in plaats van uh, een specifieke maand zoals Ramadan. En ja, dat het net avond gebeurt. Meestal wordt zoiets toch ja. gedaan. naar aanleiding van een volbeschikking. van Allah ja. SWT. Wordt dan, uh, dan zo'n doe gedaan. dat die uh, volbeschikking wordt opgegeven. Bijvoorbeeld. Uh, dus, ja. dus, uh, is het dan de, de ticket naar uh, einde van corona? Als er gewoon alle moskeeën in Nederland. en waar uh, dan ook in de ja. wereld. de imam dan zo'n doe doet doet. Ja, 40 dagen, zoals hij heeft gedaan. ligt er dan. Uh, ligt er dan, kijk. Het is geen vaccinatie nodig. Nee, maar het is een reden. Het is een sebben. Ja, een sebeb tot het opheffen van een Ja, vaccinatie kan een een natuurlijk ramsvoet, een uh, serub zijn. En, en medicijnen zijn ook een reden of een ja. middel tot het opheffen van een ziekte, bijvoorbeeld. Dus natuurlijk, de moet je niet vergeten. De kracht van de moet je niet vergeten. En het is voor ons het allerbelangrijkste. Daarnaast al hetgeen wat je kunt nemen aan andere SB, zoals medicatie, et cetera, kun je gebruiken. Maar uh, ik kan me een land herinneren, bijvoorbeeld, toen, toen het begon het corona uh, gebeuren. Toen het begon had je in sommige islamitische landen, zoals bijvoorbeeld Mauritanië, had echt gewoon letterlijk de minister een brief geschreven naar alle moskeeën, en naar alle mesjaïg, van uh, ik roep jullie op om juist zoveel mogelijk uh, uh, goede daden te verrichten, aanbiddingen te verrichten, doa te verrichten, in de hoop dat Allah deze ziekte opheft. Kan doa dan al-Qadr tegenhouden? <laughs> Mooie vraag, subhanallah. Kijk, sommige mensen denken, Qadr staat toch vast? Het kan toch nooit tegenhouden worden? Maar in een authentieke overlevering maakt de profeet Zazan duidelijk Salah. 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 dat het du'a, of dat het qadar, niet, door niets tegengehouden kan worden behalve door du'a. Denk eens om, ja, maar het stond toch al vast? Hoe bedoel je? Kan dat nou? Oké. Okay. De kracht van du'a. Kracht van du'a. Weet je? Kijk hè? Allah heeft voor iemand bepaald dat hij ziek wordt. Is dat qadar of niet? Tuurlijk. De persoon neemt een medicijn in en daarna wordt zijn ziekte opgegeven. Is dat kader of niet? Ja, uiteraard. Is het tegenstrijdig met elkaar? Nee. Absoluut niet. Het is belangrijk dat jij niet het medicijn neemt en zegt: dit gaat mij genezen. Nee, Allah, S.W.I.R.A. Marit, فَهُوَ fijn. Ibrahim a.S. die zei: En als ik ziek word, dan is Hij mijn genezer. Dat wil niet zeggen dat Ibrahim salam en de profeet a.S. geen asbab deden, dus middelen nemen tot genezing. Hij zei juist: tada'o ya Ibad rahman of ya Ibad Allah. Uh, uh, gebruik medicijnen, o oh, dienaren van Allah. Met medicijnen bedoel ik niet alleen maar het farmaceutische product, maar alles. Honing, uh, um, nou, ja. denk aan uh, allerlei kruiden die, die benoemd zijn in tibb Nabawi et cetera. Dus het is algemeen dan dat. Maar dat jij een medicijn neemt om iets van al qadar op te heffen, is ook al qadar En daarom is het zo dat als een authentieke overleving wordt beschreven dat al qadar en het du'a. Dat zij mekaar, subhanallah, dat zij een soort van strijd aangaan in, ja. de, in, de, in, de, in, de, in de lucht, subhanallah. En zo zeg maar het een het ander tegenhoudt. En ook dat is qadr. Allah subhanallah bepaald dat iemand een ongeluk zou krijgen. Of dat iemand geraakt zou worden door een boze oog. Of dat iemand, uh, een familielid zou, uh, ik weet niet, dat iets zou gebeuren met een familielid. En jij hebt de verricht van, oh Allah bescherm mij en mijn kinderen en mijn naasten sta ons bij. En ook dat is el qadr. Dus het is niet zo dat jij je kader kunt veranderen. Maar Allah SWT wist dat jij du'a zou verrichten. En daarom heeft hij deze zaak opgeheven of zelfs tegengehouden. Maar dan is toch een, een heel krachtig du'a die ik ooit uh, heb, heb geleerd. is: Ja, Allah neem mij pas mee als je tevreden met mij bent. Ja. Ja. Je hebt verschillende ad'iya ja, en je, je, hebt ook, je hebt ook een andere du'a. Waarin zelfs de profeet SAW zei, van, hè, als er zeg maar, een fitna zou komen, een beproeving, iets wat zeg maar een effect op zijn geloof zou hebben, dat hij hem dan neemt voordat dat gebeurt. Wie van ons zou zo'n durven uit te spreken? Voor, oh Allah, als er een tijd aankomt met heel veel beproevingen die ik niet aan kan, eh, neem mij dan nu. Eigenlijk denk ik wel, maar nee, liever niet nu. Want ik wil nog dit goed maken, ik wil nog dat goed maken, ik wil mijn gebed nog perfectioneren, ik wil nog wat schulden aflossen, ik wil het nog goed maken met mijn moeder, ik had nog ruzie met die broeder, dat wil ik ook nog een... Maar dit is een imam. Dat je echt gewoon zo. Je wat, klaar bent voor het vertrek. Dat je klaar je bent voor het vertrek aan de ene ben, kant. En aan de andere kant weet je sterk. dat jouw verblijf. alleen maar nog meer een negatief effect heeft op jouw jou, op jou, op jou, op jou geloof. Dus, dua is niet alleen maar dua. maar er komt ook echt imam bij kijken. Yo, 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 hoe sterk is jouw vertrouwen in Allah subhanahu Nu zouden wij graag willen weten. wat zijn de, de meest gemaakte fouten bij het verrichten van een dua? Ja. Uh, sommige mensen die doen bijvoorbeeld heel erg hun stem verheffen bij het doaar. Ja, bijvoorbeeld schreeuwen het bijna uit. Terwijl de profeet, als ze hem een keer zo tegen de sahaba zei van, doe rustig aan, weet je. Heb een beetje barm, uh, Wees barmhartig met jezelf eigenlijk. Je, jezelf, jezelf? Niet, ja, niet, niet, niet jezelf zo inspannen met zoveel kracht en zoveel zo luid kills bijvoorbeeld. En toen zei hij, in, uh, hij zei tegen hem van jullie roepen iemand aan hij zegt van, die niet doof is en niet afwezig. Uh, Lees de Assam gha'ib. Uh, hij zegt van, oh. van. Hij zegt van, jullie roepen iemand aan. Hij zegt. Iemand die horend is en nabij. En nabai. Oh. Dus Allah weet zelfs wat in jouw hart zit. zonder dat jij het uitspreekt. Laat staan dat jij het uh, met een normale stem uitspreekt. Uh, hij prees ook bijvoorbeeld Zakaria alayhi salam. Da'a rabbahu nida'an En met een hele zachte stem bijvoorbeeld. Dit is bijvoorbeeld een fout die soms uh, wordt gemaakt. Maar een andere fout die sommige mensen maken is zeggen van, oh Allah, vergeef mij als u wilt, in shit. Terwijl, als wij iets willen doen, dan zeggen wij insha'Allah, als Allah het wilt. Maar Allah heeft niemand nodig die bepaalt of hij iets wil of niet doet. Dus hij heeft ons zelfs opgedragen. De profeet salam, heeft ons geleerd van, als je Allah vraagt, vraag hem dan echt met, met zekerheid. En ook met een zin die gewoon waar zekerheid in zit. Dat hij ons sowieso gaat verhoren. Ja, ja. want hij zei in een authentieke overlevering: Allah wa antum muqinuna bil -ijjabe. Vraag Allah terwijl jullie er zeker van zijn dat jullie du'a wordt verhoord. Het is dus niet van: Oh, ik ga het even proberen en dan kijken we of Allah mijn du'a verhoort. Nee. Ja Allah, vergeef mij. Ja Allah, help mij. Sta maar bij. Ik verricht die du'a en ik ben er zeker van dat Allah mijn du'a verhoort. Waarom zeker van? We hebben het eerder al gehad over die drie categorieën. Ja. Dus hoe het ook maar wordt verhoord, het wordt bij ibn verhoord. En daar moet je ook dat zekere gevoel erbij aanwakkeren. Ik Het me herinneren aan een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa ja. hij zegt: Dat Allah zegt. "Ana 'inda ظني abdi bi". Dat hij daar is waar zijn dienaar van uitgaat. Dus als jij ervan uitgaat dat Allah jou bijstaat, zal hij jou bijstaan. En als, hij, als jij ervan uitgaat dat Allah jou in de steek laat, ja, misschien kan hij jou echt in de steek laten. Dus jij eigenlijk heb je het zelf in de hand. En daarom is het echt belangrijk dat wij altijd van het goede uitgaan tegen Salas handhalen. En nu de slotvraag: wat is de allerbeste dua? Ja. Die wij moeten doen. Hè? Waarbij wij natuurlijk het voorbeeld nemen van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam. Is ja. een dua ja. die hij het vaakst uh, haalde. Ja. En uh, die de allerbeste dua is, ja. die wij moeten doen, inshallah? Ik kan niet zeggen van er is een aller, allerbeste dua. Nee, er zijn heel veel. En de ja. is meervoud van een dua. Die de, de profeet zijn benoemd en hij kwam meestal met alomvattende zinnen. Ja, bijvoorbeeld: Allahumma atee fi dunya hasana wa fil hasana wa Hoe Allah voorzie ons van het beste van dunya, het beste van akhrati en bescherm dus ons tegen het vuur. Dit was bijvoorbeeld een van de ed'eeën die hij vaak uitsprak. Andere dua die hij vaak in de sujoet uitsprak is: All is Allahumma ya muqallib thabbit qalbi O, degene die de harten doet omdraaien. Moet je je voorstellen, soms. Vandaag kun je je hart hierna verlangen en morgen gaat het iets anders. Wat is hier gebeurd? Het hart draait zich om en daarom heet het kalbi, Het in het Arabisch. Dus hij zegt, "Thabit qalbi ala dinik. Zorg ervoor dat mijn hart standvastig wordt op uw geloof. Andere du'a is tijdens een fatiha, wanneer je zegt, eh, dinas salat al mustaqim, dat je dat met, met oprechtheid zegt, van leid mij naar het rechte pad. Niet dat je denkt, ik doe even mijn gebed en dan ga ik naar het haram toe. Eh, eh, dinas salat al mustaqim. Nee, want Jij vraagt hier naar het rechte pad en tegelijkertijd ben je al bijna je gebed aan het afronden om naar het haram te gaan. Nee, oprechtheid. Een andere dua, echt een zeer bijzonder dua, er zijn verschillende ideeën. Bijvoorbeeld dat iemand zegt: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al Er is geen God behalve u. Verheven bent u en ik behoor tot de onrechtvaardigen. We hebben zoveel tekortkomingen eigenlijk naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Maar er is ook een hele mooie, uh, subhanallah, dua. Het is een beetje een lange du'a en ik, ik leg de verantwoordelijkheid bij jullie neer, ook naar de kijkers tijdens inshallah. Ik hoop dat jullie mijn transcriptie zeg maar, onder de reacties plaatsen, zodat de mensen hem ook uit hun hoofd kunnen leren, inshallah. Want inshallah, inshallah. Ja, als het goed is, staat hij niet in het du'a-boekje. Maar er is een du'a, een dua die de profeet Sallallahu alayhi wa geleerd heeft. En hij zegt: van, Als iemand, of er zal geen dienaar. Let op, hè. er is geen Dina. Die met een hem. hem, wat is een hem? Die echt met een probleem zit. Waarvan ik denk, nu heb ik het echt fucking Hier kom ik niet uit. Dit is één. Of el hazen verdriet. Hij is iemand een naaste verloren. Dat hij denkt van: nee, nee, dit ga ik nooit redden. En die spreekt de volgende doa uit. Ik zal zo de doa opnoemen. Hij zei op het einde van: wanneer hij deze doa uitspreekt, dan zal zijn hem. He, dus het probleem dus een wat hij zorg. heeft, zijn zorg en zijn verdriet verandert worden in een Faraj. De Faraj is de wow. opening. He, dat het probleem opgelost wordt. Om nu graag weten ook. Bijvoorbeeld, <laughs> hij zei, toen zei de profeet Salsam: Het is een beetje een Lama, lange du'a. Nee. Voor de, sommigen die het voor het eerst horen en misschien de Arabische landen niet machtig zijn, het kan die heel moeilijk lijken. Maar inshallah wordt die in transcriptie in de reacties geplaatst. Gaan we regelen, inshallah. En, ja. inshallah. De profeet Salsam zei toen: ja. Hij zei tegen de sahabe, "Zegt het volgende. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Hij is lang. Mooi. Maar wat zegt de profeet? jouw problemen worden opgelost. Dus waarom zal ik deze doa niet gaan leren en uitspreken? Weet je wat de sahaba zeiden? Dienen wij deze dan te leren? Toen zei de profeet Sallallahu: voor waar wie hem hoort, dient hem te leren. We hebben dan niet alleen een transcriptie nodig, welke vertaling. Vertaling komt eraan, Inshallah. In de, in de ik wil okay. het nu niet te lang maken voor, okay. voor de kijkers thuis, Inshallah. Dus. En als laatste, als afsluiten zeg maar, want ik hoorde dat er ook een vraag was gesteld over het stigarige bed, toch? Ja. Iemand stelde de vraag over van, hè, ja. hoe moet dat eigenlijk? Wat is het stigarige bed? Heel beknopt. Het stigarige bed is iets wat de profeet Zalazandus heeft geleerd. Van wanneer je op het punt staat om een belangrijke beslissing te nemen, wat dien je dan te doen? Hè, dan dien je er wel door te verrichten, ja. hè, de kleine wassing, en dan twee rakaat te bidden en dan af te sluiten met een du'a. He, dus je bent klaar met weer elkaar. Je zegt, salam alaikum, Sall'Alaa. En dan hef je je handen op en dan verricht je een dua. Wat vraag je in deze dua? Je vraagt aan Allah Subhanahu wa Ta'ala om deze belangrijke besluit wat jij gaat nemen, of dat nou het huwelijk is, mm. uh, bij een nieuwe werkgever aan de bak, een studie die jij wilt volgen, of wat dan ook. Je vraagt Allah Subhanahu wa Ta'ala om van alles hier goedheid in zit. Want heb jij kennis van het onwaarneembare? Mm. Nee, toch? En jij van de toekomst? Ook niet, nee, toch? Niet. Jij ook niet, ik ook niet. Allah Subhanahu wa Ta'ala wel. Dus je vraagt hem, van als hier goedheid in zit, maak dit dan voor mij makkelijker en zegen het. En als er geen goedheid in zit, hou dan weg van mij en voorzien mij van iets beters. Wat zeg je dan? Ook weer met staat staat alhamdulillah, wel een du'a boekje. Je zegt, Allahumma inni yastakhiruka bi ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa asaluka bi fadlika al-azim, fa innaka taqdir wa la aqdir. wa ta'alamu wa la a'lam wa anta al-ghuyubu, اللهم إن كنت تعلم أن هذه المسألة يقول أو الله أوصي بدا هوخت بنت زاك أن بنومي أو في أو في داخلك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به Eigenlijk lang verhaal. Dus je vraagt dus van als er goedheid in zit, van gemakkelijkheid. Zit er geen goedheid in, hou het weg van mij. En wat gebeurt er, subhanallah. Wanneer je oprecht bent, Wallahi, soms zie je in één keer dat je in één keer een hele andere idee hebt in je hoofd. Dat je denkt. Nee, nee, ik ga dat niet meer doen. Ik ga iets anders doen. Waarom? Want er zat blijkbaar een slechtheid in. Maar Allah heeft het helemaal uit je hoofd gehaald. Door bepaalde redenen of gebeurtenissen. En zo ook het tegenovergestelde. Soms. Weet je, voel je je echt in één keer van heel gedreven van ik ga met die zuster Of ik ga dit en dat doen. Of ik ga bij die werkgever werken. En uiteindelijk zie je ook dat het gezegend is. Dus dit is inshallah. Uh, ik als afsluiting inshallah uh, een uh, mooie dua doen voor de kijkers. Voor ons inshallah. Als ja. afsluiting van deze mooie uh, eerste podcast zullen we onze hand ook dan ook opheffen in inshallah <laughs> dan gaan we ook hetgeen praktiseren dus, wat we eigenlijk net hebben besproken Zeker, céu. inshallah een prachtige dwaal. ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala met zijn verheven namen en eigenschappen ar-rahman, ar-rahim ar-rahim, ar-rahim ik vraag hem om ons vastig te maken in ons geloof ik vraag hem om ons harten te vullen met een iman en mooi te maken in onze <tot> harten <matics getting> <królts> <nat ur sick. matics citoyens> <martoro> En ons te voorzien van het beste van het dunya al-Achira. Uh, ik vraag Allah subhanahu met zijn verheven namen en eigenschappen om ons allemaal te, ver te verzamelen met de profeten en boodschappers in de hoogste rangen in het paradijs. warmhartig te zijn met al onze medemoslims, zowel de levende als de gestorven. Amen. Uh, om uh, ons sterk te maken in zijn geloof. Amen. Om ons te beschermen tegen alle slechtheden van het dunya en Achira.

Nou, nee. Misschien een uh, laatste woord voor uh, Met Ik wil, uh, Jullie allemaal bedanken Voor het kijken van deze eerste podcast En we vragen Allah subhanahu wa Om het te, uh, te accepteren Van de aanwezigen. We Allah Las wa ta'ala uh, Deze kennis uh, ons Achter laten zijn En hierna de uitleg En dat wij hier veel Profijt uh, van zullen hebben Barakallahu Jazakum Allahu